Goedemorgen. Goedemorgen oh. meneer. Oh, het is weer vroeg. Het is weer vroeg. Ah, wel allemaal fris en fruitig weer, dus we zijn er klaar voor. Ja, ja mijn haar zit nog steeds verkeerd. <laughs> na, na vanavond mogen we misschien naar de kapper. Ja, en dan ga ik, ik, ik moet eens even vertellen: ik heb een uh, coronacapsel. Ik heb een keer de millimeter eroverheen <laughs> laten halen. Hij zit, het zag er goed uit, alleen ik ga ook meteen in de kapper. Want aan de zijkantje bij mij, dat krijg je toch <laughs> zelf wat minder mooi weggewerkt. Dus ik ga dat lekker laten bijwerken. Oh, ja, ja, ja. En de weer modellen nee, ik, laten ik, knippen. Ik kan... Uh, nee, nog net niet. Nee, ik, nog, geen, nog geen staartje. <laughs> nou, ik nee, kon het dat, wel uh, in mijn kapsel voordat ik uh, de tondeuse eroverheen haalde. Ja, nee, voor mij is dat uh, alweer lang geleden dat ik lang haar heb gehad. En dat wilde ik eigenlijk zo houden. Maar ja, ja soms... Uh, moet het even zo zijn, hè? Ja, inderdaad. Misschien na vanavond mogen we weer snel richting de kappers. Ja, want we nemen dit op op 6 mei. En, uh, dus, uh, Een bijzondere dus, uh, dag is 6 mei, hoor. Even tussendoor, voor mij in ieder geval. Iets met Tuin. Oh. Ja, ook. ook dit, dat ja. Is, 6 mei is voor mij zo'n datum die ik altijd onthoud, want ik heb op 6 mei ooit de communie gedaan... En volgens mij een jaar later, toen ik de community deed, werd Pim Fortuyn vermoord. Uh, dus die datum die staat mij wel bij. Zit daar nou een verband in of hoe bedoel je dat? Nee, <laughs> er zit geen verband in. <laughs> maar dat je dan denkt: oh ja, het is een jaar geleden dat ik de community deed. Die datum die onthoud je dan, want als kind vind je dat heel bijzonder. En uh, ja, toen werd Fort Pim Fortuyn uh, vermoord die avond. Ja, ja misschien nog wel eens, eens een van de beste politici die we hadden kunnen hebben. Daar doe ik geen uitspraak over. Nou ja, je bedoelt je niet het eens met hem te zijn, maar hoe hij uh, omging met uh, pers en met, uh, met andere uh, politici. Het was echt De... zo'n Amerikaan als je dat bekijkt. Ja, ja, het was uh, een bijzonder, uh, bijzonder persoon. Uh, dus uh, ja, deze, vandaag gaan we het hebben over onze top 7 politici uh, nee. en uh, alle uitspraken. Oh God, <laughs> in godsnaam niet <nee. laughs> oh, hij. Ik kom er wel tot. Uh, ja, ik kom drie, ook tot 7. ja. Maar ja. laten we dat in nou godsnaam niet <laughs> doen. Laten we die kant uh, in godsnaam laten liggen. Nee, laten we het uh, gezellig houden. Laat het gezellig houden. Uh, en dat hebben we ook deze, deze week weer. Want uh, als Davy uh, bij q aanschuift, gaan we het natuurlijk hebben over een top 7. We hebben eigenlijk nooit verder een redelijke. Uh. Q talk gemaakt hè? Nee Alleen of niet? Nee. nee. We hebben wel natuurlijk een paar keer zo'n langdurig gesprek gehad over voetbal. <laughs> ja zeker, maar dan valt het onder een Shark Talk. Ja 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 ja. ja. Uh, nee, dit, uh, dit, uh, dit houden we gewoon lekker in stand en anders gaan we gewoon lekker weer een Shark Talk noemen. Het zit toch nog steeds in uh, alle twee de feeds, dus ja, waar je nu terecht komt, uh, luister je op de Q talk feed, dan check even de Shark Talk feed. Of andersom. Niet dat dat echt veel helpt, want dan had je toch diezelfde afleveringen gehad. Maar ja, dan heb je in ieder geval straks een beetje een betere indeling tussen die twee. Als ik dat ook een keer door elkaar uh, weghaal. Je weet nooit. Misschien heb ik dat een keer verkeerd. Dat weet je niet. Ja, ja, maar als ik, ja dat zou kunnen. Maar dat zou ik ook de anderen vergeten. Nou ja, uh, we zijn weer een week verder. Sharik, wat heb je deze week gedaan? Uh, ja, allemaal series gekeken. Uh, die waren aangeraden. <laughs> Vooral door mezelf. Ja. ja ging je ook, ook je eigen series een beetje terugbladeren? Nee, nee, nee. Ik heb uh, alleen Ben of Watters helemaal opnieuw watched In één ik dag. Ik dacht dus uh, toen ik erachter kwam dat het fatsoenlijk op HBO allemaal te kijken was, de newsroom nog een keer uh, één en twee opgezet. Oei. Ja, nee. Dat, de, ik, uh, dat is wat ik zei. Die ga ik sowieso nog wel kijken. Uh, maar ja, de afgelopen weken gewoon veel andere dingen gedaan. Heb je nog iets uh, gekocht? Heb ik nog iets gekocht? Ja, nee, ik heb niks. Uh, ik, wel, ik heb wel wat gekocht en dat heb ik zelfs hier. Ik laat het aan jullie zien. Ik heb de nieuwe Ocean Bottle. Ja, mensen, dit is een product. De heer had je een uur lang ja, 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 over kunnen no praten. Spawn, no spon, uh, Nou, dat maakt mij echt niet uit, want Ocean Bottle is gewoon echt een topbedrijf. Uh, je koopt namelijk voor veel te veel geld een fles van een halve liter en dan kun je water in knikkeren of thee in knikkeren of iets anders in knikkeren. Koffie. Uh, uh, maar dat is gemaakt van, uh, van, uh, van recy recycled uh, plastic uit, uh, uit de oceaan. Daarmee het oceanbottle. En uh, je, koopt dat, je betaalt er veel te veel voor, omdat je dus ook gewoon steunt zodat zij nog meer flessen plastic uit de zee kunnen uh, vissen. Dus voor zo'n fles, wat je betaalt, uh, is 40, 45 euro of zo. Maar daarvoor halen ze wel 10.000 flessen plastic uit de zee. Dat is wel mooi. Ja, en ik, dus de tweede fles die ik heb, want ik had hem eerst in het grijs, maar het is nu was een limited edition corona versie, en dan is hij in het zwart. Ja, en dan, dan heb je mij, dan krijg je mijn geld. <laughs> wat is zwart? Dat okay. well, was het. Ja. Uh, wat ik heb mogen gekocht, ja, de rest gaan we hier niet over hebben. Dus. Uh, ah, uh, nou, dat wat, dat uh, zit in de, in de werken, jongens. Ja, daarom. En jij? Wat heb jij allemaal gekocht? <laughs> nee, Ja, ik heb bureau een gekocht. Nieuw, een nieuwe, een nieuwe Disney film. Nee. Oh. Ik heb een uh, nieuw bureau aangeschaft. Dat komt uh, ergens deze week. Oeh, spannend. Dus, dan kun je volgende dus... keer ook gaan staan. Nee, ik, ik, heb, een heel, ik heb echt zo'n bureau met allemaal tirelantijntjes en, en er en, en, en Kastjes en heel netjes. Een ledstrip, dat is wel leuk. Je gaat allemaal niemand zien, want je camera staat aan de andere kant. Nee, op. maar ik, ik heb eigenlijk dan ruimte om mijn dingen kwijt te komen. Ik heb uh, een maand of wat geleden een... Ja, een Windows-computer aangeschaft. Naast mijn oh. alles dat ik alles van Apple heb, heb ik ook een Windows-computer. Om af en toe wat speciale dingen op te doen. Maar ik heb die kast, die moet ik ook kwijt kunnen. En in dat bureau kan het gelukkig ook mooi weggewerkt worden. Ja, ja, dat, uh, ja, ja dat is inderdaad altijd zo'n zo husselding, zeg maar. Dat moet je ergens ja. kwijt. Ja. Ja, ja. Nou ja maar daar ben ik wel heel blij mee, want ik moest al echt een tijd een nieuw bureau. Want het bureau dat ik heb is een beetje ja, vergaan en het worden. Er komt... Uh, ik zou het bijna rot willen noemen dat er wat rot in het bureau komt. Maar ik krijg allemaal rare um, zwarte uitkepingen in mijn bureaublad. Dus dat is heel raar. nou ja, dat wordt de tijd van je bureau. Ja, dat wordt de tijd van uw bureau. Maar dat is moeilijk hoor, want we hebben ook een bepaalde grootte <laughs> hebben. Je bent natuurlijk gewend dat je. Ik heb een heel groot bureaublad hier. Ja, die moet je natuurlijk ook wel hebben. Maar dan moet je wel kastjes hebben. En dat hebben niet al die bureaus met grote bureaubladen. En ach jongens, wel een zoektocht. Maar was jij dan een van die mensen die bij de IKEA in de rij stond dan? Nee, absoluut oh. niet. Wat ik wel gedaan heb, is dat... Um, bij de Leenbakker er kregen... langs. Ja, 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 we kregen een krantje <laughs> en daar stond in de Leenbakker een leuk bureau. En toen uh, zijn we langsgereden en dat was niet druk, dus zijn we naar binnen gegaan. Uh, heel goed wel, ja, op die anderhalve meter afstand allemaal. Iedereen houdt zich daar netjes aan. Uh, maar de bureau bleek helemaal niks te zijn, dus zijn we weggegaan. En toen... Uh, Waar we al onderweg naar huis en dan rij je wel langs, Ikea, want dat is op de Woonboulevard. En dan zie je dat er een reisje helemaal gekruld staat. En dan denk je, nee, gelukkig zijn we hier niet. Ja, nou ja, er zijn mensen die dat heel belangrijk vonden. Want die, eh, ja, maar een ik kan me op de ergens voorstellen zin. hoor, schrik. Ja, echt? Nee. Nee, nee, nee dat gaat niet. En dan moet je opletten, niet. hè? Hoeveel mensen zijn dus nu te lang thuis geweest en zijn allemaal dingetjes aan het klussen en aan het doen thuis? En dan denk je, verdomme, ik heb een nieuw kastje nodig. En ja, maar dan, dan bestel je eindelijk... hem online en dan laat ja, je okay, thuis nee, bezorgen. Dat, dat heb ik nu ook gedaan met mijn bureau, dus uh... ja. dan ga je niet gaan naar de winkel toe om daar dus gewoon heel rustig door een uh, IKEA rond te struinen van, van locatie naar locatie, van afdeling <laughs> naar afdeling. Terwijl je eigenlijk pas bij het laatste gedeelte, want daar staan de plantjes, hoeft dat te zijn. Daar staat alles, ja. Ja, dus dan ben je eerst door alle andere plekken gelopen, want ja, je moet wel de pijl volgen natuurlijk, want anders kom je ergens gewoon random in. Ik en, heb eigenlijk geen idee zaken. of dat nu misschien ook anders is, dat je dan toch wat snellere afkortingen hebt of zo, geen idee. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het maakt me ook niet zoveel uit. Ik hoef er niet heen. En dat is prima. <laughs> ja, zo is het natuurlijk ook met... Zo is het ook natuurlijk. Ja, ik kwam gewoon bij de Albert Heijn. En ze hadden nu... Uh, bij de Albert Heijn hadden ze... Uh, uh, die schoonmaker van de karretjes weggehaald. Die stond er nog wel. Maar die was die karretjes niet aan het schoonmaken of aan het geven. Dat oh. super vreemd. Ik denk, oké. Okay. En nu heb je of. het zelf gedaan? Of? Nee, nee, nee. Nee, dan denk ik van... Als jij dat blijkbaar niet nodig vindt, vind ik dat blijkbaar ook niet nodig. Ja. Nee, goed, Want dus dan moet je namelijk eerst wat... het karretje pakken. Ja. En dan pas ga je het schoonmaken. Dus die logica klopt niet. Nee. Dus dan denk ik van ja, dan heeft het ook geen zin meer. Nou, Prima. Wij uh, hebben alweer lekker uh, acht minuten intro gepraat gehad. <laughs> Zo lang al weg. Hey, 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 hey. Uh, uh, uh. Je moet even voorstellen dat wij een, bijna een half uur aan het uh, praten zijn met elkaar. Uh, ja. Ja, had je, hadden we ook kunnen opnemen, maar dat doen we niet. Was misschien interessant dacht, geweest, maar ja, je weet niet. Want dan zit iedereen te wachten. Wat, waar, wanneer blijft die, waar, blijft die top 7? En dan pas 40 <laughs> minuten later beginnen, pas een keer. Ja. Ja. Dat hebben we nu ingekort voor jullie mensen. na nog 9 minuten, 9 seconden, 10 seconden, 11 seconden. Excuses. Nou ja, het is uh, allemaal goed te doen, denk ik zo. En uh, we, we hadden natuurlijk vorige week al gezegd dat we een hele leuke top 7 gingen samenstellen. En er is wel weer een. Uh, uh, hoe moet je zeggen, ik ben wel drie keer gestruikeld in mijn brein, ja. Ja, ik ook. Want uh, ik moest soms denken van, kan ik dit doen? Kan ik dit niet doen? Ja, wat heb ik hier? Oh, dat heb ik een leuke herinnering. Oh, ik hier heb ik ook nog een leuke herinnering. Ja, zo gaat dat. Nou ja, wat, uh, ik ga toch staan hoor, mensen. Ik ga staan. Maar dat, dat degenen die meekijken, die zien dat. Die zien nu opeens uh, mij staan en mijn tafel heel rustig omhoog gaan. Oh. Uh, ja, mensen, dit is beter. Uh, nee, ik ga toch zitten. Nee. <laughs> uh, <laughs> bureau van Ikea? Uh, zeker een bureau van Ikea. Maar toen kon je dat <laughs> nog rustig halen. Heb ik trouwens ook alleen gehaald. Ik bedoel, daar was niemand bij. Nah. Denk ik. Ah, ik nou, Dat weet ik niet meer. Kastjes wat ik in ieder geval alleen gehaald. Um, uh, want we hadden een paar regels. Het mochten maximaal twee steden zijn, want we gaan het over steden hebben, per land. Dat was de afspraak. Ik ging uh, meteen even checken of ik het niet toevallig fout gedaan uh, heb, maar Nee. En uh, we, we moesten er zijn geweest. Ja. Dus uh, we mochten niet directief zeggen: Oh, ik vind het super leuk om uh, daar en daar te zijn. Nee, nee, nee. Dan hadden we namelijk één uitzondering. Uh, uh, aan het eind, of aan het eind, of aan het begin, weten we nog niet. Uh, waar zou ik nog graag heen willen. Laten we dat op het eind doen. Na ja, plek. dat vind ik wel leuk. Een droomstad. Ja, waar je heel graag wil zijn. En uh, uitgesloten is Disneyland. Het is een land, maar. Het is geen stad, hè? Nee, nee. Nou, het, is, het voelt wel een beetje als, als een iets te grote uitgelopen stad soms. Uh, met iets te veel mensen op een, op, een, op, een, op een kluitje wachten bij Starbucks. Maar uh, ja. Dus, uh, dus, dat, dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb eigenlijk nog geen idee hoeveel verhalen we gaan hebben. Uh, ja, ik denk veertien. Uh, <laughs> ja, dat, dat denk ik ook. En ik hoop dat het een beetje leuke verhalen zijn. Aan mijn kant ja. uh, is dat heel twijfelachtig, maar er komt nog iets. Ik heb een mooie vader eraan, een mooie herinneringen. Dus uh, dat komt wel gehoord. Ja, zullen we ja. Dan gewoon uh, bij jou beginnen. Met mijn nummer 7 beginnen. Ja. Mijn nummer 7 is een stad in uh, België, onze Vlaamse vrienden. Dat is namelijk uh, Brugge. Brugge? jij wel eens in Brugge geweest? Nee. Brugge is echt historisch mooi. Uh, waar kan je Brugge een beetje mee vergelijken? Ik denk, ik zeg Brugge is een beetje een mengelmoesje tussen Amsterdam en Maastricht. Het mooie historische van Maastricht, gemengd met de watertjes van Amsterdam. Ik denk dat dat Brugge mooi verwoord. Oké. Okay. Ja, hoe kom je in Brugge terecht? Ja, dat vraag je ja. je misschien af. Ja, nou ja. Ik, ik, ik heb letterlijk de landkaart erbij gepakt. Het is aan de ja. zee. Ja, dat, dat, ik, was, ik was even van twijfel. Ik heb dat ooit een keer op school moeten, moeten leren. maar Brugge, zeg het eens. Ja, Brugge is bij ons ontstaan uh, bij mijn familie thuis. Omdat we altijd een uh, Belgische serie keken. En die speelden zich af in Brugge. En je zag heel veel van Brugge. En daarom dachten wij, we moeten naar Brugge. Wij keken altijd Aspen. En Aspen dat is een uh, Vlaamse crimie, een Vlaamse politie-serie. En dat was gewoon echt zoals Flikker Maastricht dat hier is. De hoofdsponsor, denk ik, van Brugge. Dat is, <laughs> dus, uh, <laughs> jongens, kom allemaal naar Brugge. Nee ja, toen zijn wij. We hebben die serie echt verslonden, want het was destijds nog op Misdaadnet, zo heette dat. Dat was een betaalzender bij Zigo. We hebben wij dat altijd gekeken en toen niet alle seizoenen online waren, gingen wij dvd's bestellen. Dat hebben ze ook allemaal gekeken. En toen dachten we: op een leuke dag in mei ooit, in de meivakantie, wij moeten naar Brugge. Dus daar zijn we naartoe gegaan en uh, geen moment spijt gehad, want oh wat een leuke stad. We waren er ook op een hele mooie zonnige dag, hoor. Dus dat, dat helpt ook natuurlijk. Maar echt, um, wat ik zeg, wat ik zo mooi vind aan Maastricht. Die heeft het net niet gehaald in mijn lijstje. Oh, wat erg eigenlijk. Uh, Maastricht heeft dat mooie historische. En ja, dat, dat heeft, is waar. Dat heeft Brugge ook. En um, uh, Brugge heeft ook al die leuke watertjes. Zoals in Amsterdam, de Grachten. En dat, 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 dat combinatie, die combinatie met elkaar. Dan maakt het dat je je niet per se in het directe buitenland voelt. Zoals België normaal aanvoelt. Maar het lijkt alsof je gewoon op zomervakantie was. Ik ben een beetje de, de geografie en zo aan het bekijken. Buiten feit dat er prachtige foto's op Google natuurlijk staan. Maar ja, dat is Google. Brugge is heel fotogeniek. Ja, dat. Uh, maar het loopt ook heel erg vreemd eigenlijk. Het is gewoon een rechte blok en onderin zit de markt en bovenin zit het water. Dat is een beetje lang weg rechtige, rechtige, ja. staaf daar beneden. Uh, het lachen, lachen, ja, ik, ik heb eigenlijk nooit gezien hoe het van bovenaf uitziet, maar uh, ik geloof je meteen Shriek. ja, uh, het is uh, uh, de, de, de haven, havenstadje of zo kan dat? ja, ja, ja en, en ja wat wat zo leuk is aan bruggen is dat dat um, voor mij dan in ieder geval op elke plek waar je keek herkende je wel dingetjes van, van die serie. En dat was voor mij ook vooral waarom ik het zo leuk vond natuurlijk. Maar uh, ja, als je, als je de foto's bekijkt, het is echt zo'n typisch stadje. Daar, ging, daar, daar gingen paarden en wagens rond. Um, dat was ook super leuk om te zien. Je kon daar een ritje maken met een paar en wagen. En overal chocoladewinkeltjes, je rook die geur daar. <laughs> Ja, je moet daar, want, want je moet daar gewoon op het terrasje even een lekkere duvel drinken. Ik, uh, het, het ziet er inderdaad heel pittoresk uit, maar dan toch net iets te groot. Toch? Je vind het te groot. Nee, nee, maar ik bedoel, je, het voelt heel klein en zo. Oh, zo maar bedoel je? Ja, ja. ja, ja. dus, dus, groot. het is een gigantische stad. Ja. Ja, het. Uh, ik okay, snap je leg, mijn, mijn leg, woordkeus leg. van Maastricht gemengd met Amsterdam? Ja, ja. Ja, toch? Ja. Dat is het wel een beetje, hè? Ja. Maar nou, als je die twee met elkaar mengt, kom je ook in Utrecht terecht, dus dan moet je wel uitkijken. Ja, maar ik vind het al totaal niet Utrecht, dit. Ja, sorry mensen als ik af en toe even uit beeld stap, maar uh, mijn neus is nog niet helemaal uh, juist. Uh, uh, nee, ja, ik, uh, ik snap het. Het is leuk. Het is wel de enige stad waar ik maar een dagje ben geweest. Ja, en het is toch wel, want het is wel echt letterlijk aan de andere kant van, van, van België. Dus het is we toch nog een, een stukje hele stukje rijden, ja. Uh, uh, yeah. het is, uh, even kijken, vanuit jou is het toch uh, een kleine drie uur. Ja, we hebben het toen ook gecombineerd met Blankenbergen, dat ligt er vlakbij en dan kun je lekker ja. uit het strand zitten. Uh, ja, zeker. zeker. Ja, ik, ik, als ik, dat, ik, uh, ik moet dat toch een keer doen, ik weet nog niet wanneer. Maar ja, Duinkerk ligt net, net, net aan de andere kant van de grens natuurlijk. En ik zou gewoon een keer gewoon een beetje die d uh, d die, die uh, richting op willen, zeg maar. Dat, dat, is, ook, dat is ook een idee. Ja. Dus een beetje die, die... Misschien moet ik dat gewoon een keer doen. Dat ik Gewoon eerst naar Brugge rijden en dan zo rustig naar beneden een keer. Beetje door. Ja. Dan Havre toe en dan terugrijden of zo. Dat is een mooi, mooi rondje, denk ik. Ja. ja. Ja, Bruggen. Het zal mij inderdaad niet 1, 2, 3 opkomen dat de stad bestond... Voor die serie. Keek. Dus die serie heeft hem daar naartoe getrokken. Ja, dat is wel maar... slim gedaan hè, van die series af en toe. Ja, maar hoe leuk dat je dat dan leert kennen. Ja, kennen is natuurlijk een. een, een is, nee, maar het, het is wel je, een dat character. je er gemaakt voor wordt. Ja, dat, ja, dat is super slim. Ja, de, de mol doet niet anders natuurlijk. Hè. Dat is gewoon een ja. groot uh, lekker reisprogramma. Uh, van Kijk, kijk, we gaan hierheen en dan moet ja. je daar ook heen. Want ja, dat heb ik gezien, in de mol. En ja, dat heb je waarschijnlijk andere mensen. Die dan Maastricht ook noemen, want ja, dat heb ik gezien in Flikken Maastricht. En ja, ja, dan kijk ik naar Flikken Rotterdam en denk je, maar dat is niet meteen de stad waar ik direct heen zou. Willen. <laughs> um, maar ja, nee, dat is natuurlijk uh, ja, goed gedaan van ze. Ja, en, en ik weet het toch niet. Wat we... ja, Sorry? Zeg maar. ja, zeg maar. Wat ik net al zeg, dat je daar gewoon op het uh, grote plein zit en dan zit je aan je duveltje en dan zie je een paar wagen langskomen en dan denk je, jongens, dit is echt nog... Ze houden ook vast aan het historische en dat vind ik leuk. Ja, maar dat zou ook wel moeten. Ik bedoel, als je dat uh, een beetje weghaalt, dan, uh, dan wordt het al een stuk minder interessant ja, om naar rekening te gaan, erg. denk ik. Ik denk altijd bij zo'n stad dat het echt uh, allemaal monumenten zijn. Ja, nou ja, ja, nou ja. Uh, uh, bruggetje naar mijn uh, nummer zeven, monumenten. <laughs> want. Uh, Hij maakt er uh, gewoon. Uh, uh, want uh, Berlijn staat op mijn nummer zeven. Als je het over monumenten hebt. Ja. Holy moly. Dat, uh, dat is me toch een stad? Dat is me toch een stad, ja. Ik ben er één keer geweest als toerist en één keer moest ik werken. En dus bij het werken heb ik echt helemaal niks gezien van die hele stad. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen te doen in de werkbranche waar jij zit. Nou ja, nee, dit was echt gewoon een fotoshoot die ik moest doen. Voor... Nu wil ik het zeggen. En dan vergeet ik dat weer. Nou ja, zeg, waarom vergeet ik dat? Want ik heb die gewoon nog een keer geboekt. Je hebt zoveel photo shoot. Ze, zou, ze zouden zelfs gisteren uh, op uh, bevrijdingsfestival staan, uh, Blues Caravan. Uh, en die shoot was in Berlijn, dus ik ben even voor beneden gereden uh, daarin. En voor beneden. Ja, daar kom ik daar nog wel op. Uh, maar, uh, ik ben ook een keer geweest uh, als uh, vakantie. Toen gingen we op een roadtrip. Je bent jong en je wilt wat. Ja. Uh, uh, dus ben ik met, uh, met drie vrienden zijn we de auto ingestapt en we hebben een, een toertje Europa gemaakt. En een van de steden waar je natuurlijk heen gaat, is Berlijn. En uh, wat ik in Berlijn wilde uh, leren kennen, en daar ben ik in, de, in twee van de, van de uh, dus in totaal drie andere plekken in mijn top 7 ook bij, uh, bij geweest, Daarom is er een beetje de, de segue in mijn verhaal, want die komt eigenlijk iedere keer terug, is namelijk New Europe. En uh, New Europe is een, uh, uh, een, een, een gidsysteem uh, van hele toffe mensen die over de uh, hele uh, Europa, New Europe, uh, zitten, uh, in allemaal verschillende steden. En die uh, leiden je rond. En normaal gesproken st stap je zo'n bus in en dan ga je mm -hmm. uh, ga rijden overal langs. Of je hebt zo'n uh, zo 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 surfcut die, uh, die uh, een beetje geld krijgt. En die dan... <laughs> met uh, zegt... Ja, die met zijn vlaggetje. Kijk, dit is de Eiffeltoren. Mooi hè. Weet je, daar heb je zin in. En ik leerde daar New Europe kennen en dat is een, een heel jong bedrijf. Uh, met meestal, niet altijd, studenten die je rondleiden. En die moeten fucking hard werken voor hun geld. Want de free tour, de, in, de, de ingang, de eerste ding die je kan doen, zeg maar, uh, krijgen zij geen geld voor, tenzij jij geld geeft. Okay. Waardoor ze dus echt op hun maximale iedere keer moeten presteren, want anders ben je met zo'n groep van 15 mensen en, uh, en verdien je niks, want niemand geeft aan het eind van de rit je geld. Uh, en die zeggen dus niet, dit is de Eiffeltoren, ja, een beetje lastig in Berlijn, maar die zeggen dan niet, dit is de <laughs> Branden, Brandenborgen toch. Uh, maar die neem je naar een ander plekje toe. Waar je dat hele fucking ding ook kan zien. Yeah. En die gaan een heel ander verhaal vertellen. Want dat verhaal, dat kun je overal lezen. Als je erbij staat, weet je dat verhaal wel. En die neem je dus mee door zo'n stad. En daardoor heb ik dus Berlijn op een andere manier kunnen zien. dan wat je bij een reguliere tour kan doen. Ja, als je toerist bent, of je gaat gewoon zelf wandelen. en je hoopt wel iets leuks tegen je te komen. Hè? dat is een optie. Mm. Of je pakt toch die eerste gids. waarmee je rondgaat, zeg maar. En dan de stad een beetje leert kennen, maar... New Europe doet dat gewoon op een andere manier... en die laten je op een andere manier die stad zien. En we waren dus met... Uh, uh, met drie vrienden, dus we waren met, met... met vier gasten daar. Ik weet niet meer hoe oud we waren. Ik had een rijbewijs, dus zo, sowieso boven de 18. Uh, sorry, bij mij boven de 20. Um, en dat is een stad... Wat, wat natuurlijk... een hele grote historie heeft... met allemaal oorlogsverhalen die daar ook hebben plaatsgevonden... maar van een hele andere kant bekeken. En... Die stad, als je daarheen kan gaan, ik bedoel, het is niet heel lang rijden, het is wel fucking zes uur of zo. Um, maar je merkt daar nog de scheiding. Je, je merkt ja. daar het verschil tussen het oosten en het westen. Je merkt daar wat daar aan de historie na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Wat hebben zij meegemaakt, op hun manier beleefd. Wat waren bij hun de historische momenten. Ja, dat, wij kennen die oorlog anders. En ja. Wij krijgen ook andere verhalen. En dan kom je daar. En dan zie je ook hoe het ook had kunnen zijn. Of dan had je kunnen kijken, of, of ja, dan zie je toch een redelijk moderne stad. En dan loop je twee meter en denk je: wat de fuck is dit voor bouwval? Weet je? Ja, precies. Het, het is heel modern, maar ook tegelijkertijd zie je continu de oude m er doorheen komen. Ja. En dan waan je en, wel eventjes terug in die tijd. Ja, en dat, dat maakt het eigenlijk het mooie van die stad. Zo van: oké, okay, je, je kunt je daar. In, in leven of zo. Ja, je, je, het is hmm. niet heel veel anders dan een andere stad, uh, Europese stad. Um, maar toch zit daar een hele andere twist in. Ik had er een hele andere feel bij. Ja, uh, ja bij ons was het toen natuurlijk uh, Roetreppe, allemaal leuk. Um, dus dan ga je er sowieso al anders, anders in. Maar uh, je merkt gewoon dat zij. Hoe moet ik dat zeggen? Ze, ze, ze gaan niet het verleden vergeten. Nee, nee dat, dus, dat, doen, dat kunnen ze daar ook niet in principe. Hè? Nee, maar ze zijn er ook niet uh, uh, schuw van. Ze zeggen het ook ja. en dat laten ze ook zien. En dat maakt het ook wel weer zo van, oké, okay, we zijn vooruit gegaan. We zijn nu 75 jaar later. Um, en, en, en het is uh, eigenlijk alleen nog maar, maar vooruit gegaan voor, uh, voor zo'n stad. Ja, we hebben uh, ja. zo'n weekend daar echt volledig uh, beleefd. Uh, in de historie, dat we echt naartoe gingen voor de geschiedenis. En uh, daarom vind ik het wel mooi dat, dat, dat jouw nummer 7 is, want het is tegelijkertijd mijn nummer 6. Zo. So, okay. Dus in principe kunnen we het verhaal gewoon lekker doorpakken. Dat zou ik wel even doen. Allee. Ik ben het hartstikke eens met je. En uh, ik had daar gewoon het gevoel. Ik ging er naartoe in de tijd dat ik net van de middelbare school af was. En natuurlijk is het de laatste twee jaar, middelbare school, krijg je volledig alles fatsoenlijk geleerd over die tijd. En. Zit je volledig daarmee met de Koude Oorlog, met, met het einde van de Tweede Wereldoorlog en de verdiepingen erin, al die verhoudingen die er waren. En dan loop je gewoon rechtstreeks in je geschiedenisboek. En dat vond ik zo bijzonder. Dat, dat daar ook, wat jij zegt: je kan het verleden niet achter je laten daar. Dat, dat doen ze ook niet. En dat je daar. Um, we hebben daar zoveel, verschrikkelijk veel. Um, musea bezocht of plekken bezocht, uh, historische uh, gebouwen bezocht, dat je echt die historie wat je wat je geleerd hebt, dat je dat voor je ziet en dat je beseft dat het allemaal gewoon, kijk, je weet dat wat je leert dat dat waar is, maar dat, dat je dat toch? allemaal ziet, ja, maar dat je dat dan ziet, dan wordt het ook werkelijkheid voor je, snap je? Ja, ja, ik merk wel. Dat had ik dat hele weekend. Jij zegt dan dat je daar. Uh, bent geweest toen je uh, uh, student was, of in ieder geval uh, uh, middelbare scholier. Ja, ja, ja en net voor mij, En voor mij inderdaad niet heel veel later, want ja, dat, dan ben je dus eigenlijk rond de twintig of zo. Ik kan echt niet herinneren wanneer ik dat ding heb gedaan met die jasten. Um, dan ik kijk je ook alles aan. Geweest. Ja, ik, geweest? Uh, ja, nee, is langer dan zeven jaar geleden. Um, dus ik zou het er nu nog wel een keer terug willen... Ja. En dan inderdaad doen wat jij zegt van die historie daarop opsnuiven. Ik bedoel, je kijkt er nu sowieso anders naar, vele jaren later. Um, om het dan toch nog een keer te zien. Ik bedoel, wat ik zeg, ik ben daar geweest van fotoshoot. Dat was gewoon, ik ben er die stad ingereden. Ik heb mijn shit gedaan en ik ben weer omgedraaid, ongeveer. Um, dus dan heb ik er niks van meer van meegekregen. Maar dan zie je natuurlijk wel als je links en rechts van je om je heen kijkt. Wel verschilt verschil in die stad. Maar ja, uh, nog eens een keer zo'n. Uh, uitgebreidere tour doen. en dan misschien wel wat meer gericht op de Tweede Wereldoorlog ja. en die musea die jij zegt uh, ja dat zou ik zou dat nog wel willen doen ik bedoel, het, het is ook vrij toegankelijk of zo ja het heel er geen toegankelijk wereldre wereldreis voor te maken het is ook niet altijd duur het ligt er een beetje als je een beetje goed zoekt uh, zijn er genoeg uh, hotels Het uh, oh, is een heel leuk hotelletje recht naast het hoofdstation van uh, de trein ah oké okay. Maar we zijn wel met de auto geweest, dus dat was dan weer heel ironisch. Ja. Ja, 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 ja. nee, ik zou ook, ik zou sowieso met de auto gaan. Ik bedoel, ja. de, de de steden die uh, op de weg er naartoe uh, nog allemaal tegen kan, kan komen, uh, of waar je eventueel kan stoppen. Ik bedoel, vanuit ons gezien dat zijn toch leuke dingetjes. Ja, we hebben het zeggen. toen allemaal niet gedaan. We zijn toen echt puur. Uh, we zijn vier dagen naar Belen geweest. Ja, ik, ik, wij waren toen twee, denk ik, als ik het goed zeg. Misschien drie, maar dan is het twee volle dagen en de andere is een reisdag. Uh, maar wij kwamen toen van Denemarken af. Ja, ja kijk, sowieso kun je hem lekker meepakken. Ja, het klinkt heel stom, want je vertrekt dan uh, en dan, uh, wij zijn toen. Uh, ik neem aan ook niks voor je weg maai. Vanuit Reuver zijn we dus richting naar Hamburg gereden, van Hamburg naar Aarhus. En toen uh, naar uh, uh, Lübeck, denk ik. En toen naar Berlijn. En toen naar beneden toe. Dus ja. Dat, uh, het, is, het, het was een mooi ding om te zijn. Die tour was er over te doen. Het is nu Europe, shout-out zeker wel. En uh, ik zou hem graag een keer terug willen. Dus daarom uh, stond hij bij mij ook uh, in ieder geval erin. En bij jou, die is het dus nummer 6. Ja, ik wil daar ook zeker nog een keer naar terug. Uh, We hebben toen de tour niet gedaan die jij hem gedaan hebt. Toen hebben toen zo, gewoon zo'n hop hop, hop, af uh, ja. Ja. bus gepakt. En dan gewoon echt uh, je eigen tijd wel nemen bij zo'n plek. Ja. En dan echt alles in principe, de hoofdpunten in een dag zien. En alles wat je nog wil zien, kijk je de andere dagen. Maar wat ja. mij van Berlijn het meest bij is gebleven. dat we bij zo'n uh, laatste overgebleven plek waren. waar de Berlijnse muur nog stond. Mm -hmm. Daar is een museum omheen gebouwd. En dan zie je echt heel duidelijk het verschil in bouwstijl. Uh, de mooie oh, nou, gebouwen ja. links. en alle grijze rechte blokken stonden rechts. En dan denk je: <laughs> potverdomme, het is gewoon echt niet normaal. wat voor scheidingslijn hier is geweest. Ja, het is ook niet uh, te uh, bevatten natuurlijk. Op het moment dat je uh, daar bent, heb je het misschien een beetje. Maar uh, die, de, de tijd ervoor en de tijd erna is een wereld van verschil, letterlijk. Ja. Maar, maar het was ook wel echt ander Duitsland dan het Duitsland dat wij hier vlak over de grens kunnen vinden. Ja, ja zeker. Nou, ik, uh, ik kan met die stad ook... Het was heel modern, wat jij zegt, maar dan modern in een nieuw jasje. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Het is dus wel gewoon de oude omlijsting en dan toch de moderne invloed erin. En dat spreekt me ontzettend aan. Daarom vond ik het zo'n hippe stad ook tegelijkertijd. Ja, ik, uh, we, we zijn er ook. Uh, pff, ik, ik doe het echt nooit. Uh, uh, gaan stappen. <laughs> <laughs> Hebben ook met de New Europe de Pepprol gedaan. Nou, nou je mij, mij dan niet blij mee. Maar de andere gasten wilden dat. Dus ga ik mee. Uh, ja, de, 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 en dat spreek ik echt over jaren geleden. Hè. Ik bedoel, het was toen wel al zo'n zo, zo energieke stad natuurlijk. En uh, ook vanuit de danscultuur is natuurlijk Berlijn, de underground... is gewoon ja. heel belangrijk voor de muziekscene Hoeveel films zijn daar niet over gemaakt ook oh, in, in die man, tijd? en die, ja. die underground scene? Ja, dus, dus het is ook wel uh, 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 een belangrijke, belangrijke stad. Het is een stad met uiterste ook, hè? Ja, ja dat, sowieso. Uh, uh, ik moest heel even opzoeken, maar de Love Parade is natuurlijk ook gewoon Berlijn, hè? Als we het over muziek hebben. Ja. Na de Tor en terug. Ja. Uh, oh man, uh, Mooie stad. Ik wil er weer een keer heen, hoor. Ik, uh, ik ook wel. Ja. Shit. Dan moet het dus van Brugge naar Berlijn. Oh, dat is een rit. <laughs> <Allemaal nieuw. laughs> Nou ja, dus hebben we tegelijkertijd ook mijn nummer 6 dan, uh, gehad. Dat was Brugge. Of dat was dan Berlijn ook. Ja. In trant. Dat, maar dan, hoe grappig dat hij dan wel qua Qua, qua lijstje ook een beetje bij elkaar zit, bij ons allebei. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar het is ook zo'n stad die je eigenlijk niet wilt overslaan. Nee. En aan de andere kant denk je, het is ook echt de een van de okay. eerste die eruit gaat vallen, als je een beter ja, idee vindt. precies. Uh, maar het is wel zo'n stad waar je gewoon even... Als je dat nog nooit geweest bent, ga er ga even er heen. Ik bedoel, ja. je, kunt er, uh, je kunt er met de trein prima komen, maar je kunt er ook lekker met de auto heen rijden. Mm. Uh, uh, vliegen zou ik niet doen, want het is gewoon zonde. We hebben toen in vier dagen wel alles uh, gezien, daar. Ja. Ja, het is ook geen wereldstad dat je denkt van ik moet daar uh, twee weken blijven. En nee, dan, uh, nee dit is, uh, maar dit is ook echt zo'n, zo als je, uh, wat, wat je net zei, uh, zo'n meivakantie vakantie hebt. Ik ga er even vier dagen heen. Wij zijn er volgens mij nergens vakantie geweest. Ja. 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 Het is goed te reizen op één dag. Uh, die zes uurtjes, uh, zeven uurtjes is prima te doen, maak je een tussenstop. Of je maakt er dus een tripje van waar je dus vier dagen in Berlijn zit en dan uh, twee dagen erheen rijdt. En in twee dagen terug, of één dag terug. Dat dus allemaal ja. goed te doen. En dat maakt geluk. Ja, dan uh, zal ik het gewoon lekker dichter bij huis houden. Oh god, dat gaan we dezelfde nog... noemen. Heb jij Amsterdam in je lijst staan? Ja, dat is mijn nummer vijf. Nou, ik uh, schuif gewoon lekker eentje steeds op. Oh. Jij, jij bent dichter bij je nummer één, maar ik heb nummer zes staan. Oké. Okay. Mijn nummer vijf heb jij niet. Maar, maar je uh, wat je wat is? is? Dat is wat ik net al zei. Het kan lekker overlappen. Maar je hebt toch waarom, waarom je het zelf leuk vindt. is het weer anders dan waarom jij uh, het leuk vindt. Man, Amsterdam is... Uh, uh, da daar is Ajax. Klaar. Oh, <laughs> nee, dat, dat is niet mijn reden. Dat nee, zie, daar heb je het al. Nee, het, Amsterdam. Ik, ik moet er toch wel regelmatig zijn. En niet alleen vanwege uh, de, de Ajax-wedstrijden. Want daar ben ik niet zo vaak. Um, ik bedoel, als het voor mensen het niet duidelijk was. Uh, ik ben voor Ajax. Um, het is een stad waar je net zoals Berlijn van alles in kan beleven. Daar zit zowel de historie in als, uh, als de nieuwbouw. Je hebt uh, um, niet zozeer de belangrijkste elementen van Nederland. Want uh, ik denk dat je daar op echt op andere plekken van, uh, van moet zijn. Maar als je dan een ritje wilt maken door Nederland, zorg dat je door Amsterdam komt. Ga vooral naar heel Die veel plekken. Kleine... Mag je niet overslaan dan? Nee, we maken vooral, hè, hè, want misschien tot dat wel de, de nieuwe zomervakantie wordt, tot iedereen naar al die kleine klotendorpjes gaat. Uh, want ja, we mogen niet naar het buitenland, maar uh, ja. meer in het feit in Amsterdam. En dan ga je dus iets buiten het centrum, maar dat, daar zitten toch een aantal dingetjes. Daar kun je echt hele leuke dingen doen, maar echt ja. hele leuke dingen. Gewoon in eigen land, waar je gewoon mensen kan verstaan wat ze zeggen, en niet zoals bij du Duitsland dat je geen idee hebt wat ze nou allemaal babbelen zijn. Um, je hebt daar hele mooie musea, de, 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 de hele mooie uh, bouwwerken, zowel oud als nieuw. Je kunt daar ook echt, je, uh, eh, misschien dat je daar geen vier dagen mee bezig bent, maar oh, mensen, het is echt een stad, als je een beetje het centrum vermijdt, dus de drukte vermijdt, is het een prachtige stad. Ja, dat is precies wat ik, wat ik hier aan toe te voegen heb. Um... Ik ben, niet, ik ben niet zo regular Amsterdam-ganger als, als jij. Ik kom daar misschien één keer per twee jaar, één keer per jaar. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar wat, wat, wat ik leuk vind, is dat ik het vroeger als kind... Uh, dan zie je alleen uh, hè, de bekende straat van het station naar achter en terug. Ja. Dan denk je, wauw, Amsterdam, gaaf, uh, ja. druk. Dat denk je dan. Dat is dan een van die eerste ervaringen bij de stad als mm -hmm. kind dan vind je het bijzonder dan zie je een keer Amsterdam dus zo en dan denk je oké okay, dit is Amsterdam leuk maar dan ja. ben je ouder en dan kom je vaker terug en dan ga je inderdaad die zijstraatjes verkennen en de plekjes achterdoor en, en ja. ik weet uh, ben er een paar keer geweest omdat ik heel veel de... ik kom daar eigenlijk alleen als er iets met media te doen is ik ben een media meneer en uh, zo ben ik een keer naar opnames van uh, uh, de Wereldraad door geweest en dan kom je bij de Westergasfabriek, dat terrein daar ja, en dan ga je, ga je ook weer eten in een restaurantje daar... dat je denkt, oké, okay, hier is een restaurantje, wat leuk. En dan he, allemaal van die onontdekte plekjes... die je niet eerder in een stad gezien had. Maar dat hoort natuurlijk allemaal bij die stad. En um, afgelopen januari ben ik bijvoorbeeld... Uh, van mijn favoriete podcast, de Krokante Leesmap... ben ik naar een live opname geweest in Amsterdam. Ik weet even niet meer hoe dat ding heet. Maar in ieder geval, dat was ook weer echt ver achterdoor... bij het Centraal Station, een hele andere kant op lopen... Ja. Dan zie je ook wel zoveel nieuwe dingen van Amsterdam. En dan, dan, dan ontdek je dat weer. Dan denk je: dit is allemaal in dezelfde stad. En dat dan maakt het waarom het er altijd leeft. Er is altijd elke avond wel iets te doen. En dingen die mm. ik leuk vind om te doen. Ja. Uh, ja, en mijn... dit is ook een stad. Uh, echt een tip. Ga wandelen, mensen. Ga wandelen. Ja, dat wandelen. kan daar heel makkelijk. Ja. En natuurlijk, um, wat ook. Ik, ik, ik was, denk ik, hoe oud was ik? Dat was in 2009 in ieder geval. Toen was de première van de Musical Sing Along, de Disney Musical Sing Along. In, dat was toen, uh, God, ook niet het Theater Carré, maar zo'n ander theater uh, op, op een van de fabrieksterrein. Nee, oh. op een fabrieksterrein was dat daar. En daar ging ik met mijn beste vriend dan naartoe. En toen moesten we ook lopen, want we wisten natuurlijk, hè, we zijn met de trein gekomen. En dan ging je toen nog met uh, een van de eerste versies van Google Maps naar <laughs> naartoe lopen. <laughs> Ja, en dan, dan ontdek je dat allemaal daar een beetje. En dan, dan, toen zag ik voor de eerste keer hoe groot Amsterdam was. Was best nog een stukje lopen trouwens. Maar uh, dan kom je natuurlijk ook, want dat moet je dan doen hè, als jongetjes. Uh, dan loop je even langs het Red Light District. En dan denk je, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Dat het bestaat. En dan zie je dat en dan denk je, oké, okay, oké. Okay. Maar dan moet je wel even een keer geweest zijn natuurlijk. Dan moet je de keer gezien hebben. Maar stel niks meer voor. Nee, ja, we zijn er in januari ook nog een keer langsgelopen. Omdat we toevallig echt die kant op moesten. Um, het maakt nog steeds maakt het veel indruk hoor, op mij. Ik denk ja, ja, dan, maar... dit bestaat gewoon nog steeds in dit, we leven we 2020? Ja. Nou ja, het is natuurlijk, uh, de, um, het is wat ik zeg. Jij zegt, uh, ik, ik kom er niet zo heel vaak. Nou, ik moet daar vaak voor, voor mijn werk wel zijn. En ik heb op een gegeven moment ook echt gezegd: van ik ga. Zolang het niet tafels hard regent, ga ik, ga ik lopen. Ik ben er heel vaak als het tafels hard regent. Ja, dan moet je vooral de tram pakken. Uh, uh, ik heb uh, bijna altijd hetzelfde hotel. En dat ligt, uh, ligt uh, aan het Ei. Dat ligt uh, zelfs aan de ndsm werf Daar ligt een, een, een hotel wat op water ligt. Dat heet een botel. Oké. Okay. Uh, dat kost niet, uh, niet al te veel als je een beetje goed shopt. En uh, daar kon je vroeger gratis parkeren. Vroeger. Sorry. Tegenwoordig is het 12 euro. Wat oh, nou een grip uit Volg. je lijf is, want als je het namelijk in de stad doet, is het 86 ja. euro per dag. Ja. Uh, dus voor 12 euro denk ik, ja prima. Of 18 euro. Iets. Het is in ieder geval heel goedkoop om daar te parkeren. Dat is een mooie prijs voor Amsterdam. Ja. Uh, 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 en dan ging ik met de boot, want dan moet je een boot pakken vanuit de andere kant van, van, uh, van het ei naar, uh, naar het centraal. Dat duurt een 10-minuten-kwartiertje. Uh, dus dan moet je altijd meerekenen. En Zeker als je dan s'avonds een concert hebt. Er gaat een laatste boot. Dus als je mist, <laughs> moet je een stukje wandelen. Uh, dus dat wil je niet. Uh, maar het is allemaal het is te bedoel De meeste concerten lopen niet tot 12 uur s'nachts. Dus zijn uh, meestal rond een uurtje of 11, uh, half 12 voor klaar. En dan kun je om kwart over 12 de laatste boot pakken. Dus dat, dat haal je. Uh, maar dan ben je op het station. En dan loop ik in principe tegenwoordig altijd naar waar ik heen moet. En dat is bijna altijd naar de andere kant van Amsterdam. Uh, het Concertgebouw of naar de Paradiezen toe of, uh, of dergelijk. Ja, ja. En dat is allemaal goed te lopen. Alleen vroeger dacht ik altijd, het is staffe sfeer. Maar het is een half uurtje. Een half uurtje, drie kwartier stappen en dan ben je en er. En je ziet van alles daar. Hè. Het is niet dat Amsterdam dood is daar. Exact. Je pakt niet de hoofdstraat. Maar je pakt even één of twee straatjes ja, naar links of naar rechts dat zijn de leukste. Doen. En dan loop je die kant op. Heerlijk. Maar ik heb laatst, ben ik, ook... Uh, toen moest ik ook weer voor een vergadering. Ik heb daar een vergadering. Het zijn super stomme dingen die je dan daar, daar moet gaan doen. Maar dan daar en toen dacht ik, ik ga een hotel pakken bij de Amsterdam Arena. Want daar ligt een hele grote partij die bijna 24 uur per dag open is. <laughs> en toen heb ik de Birds of Prey uh, uh, premiere s'nachts daar gezien. Want dat makes sense, hè? Dat, dat was logischer voor mij. En dat een tophotel daar, uh, uh, net in de buurt van, uh, van de Arena dus. Toen ben ik s ochtends vanuit daar gewandeld naar het eerste, eerste metrostation, wat echt gewoon vijf minuten verderop is, want die mm -hmm. dingen liggen toch op iedere uh, plek. En toen kwam ik aan de andere kant van Amsterdam uit dan waar ik normaal was, zeg maar. En toen moest ik weer naar die plek toe waar ik die vergadering had. Dus toen zag ik opeens weer de andere kant van Amsterdam. En dan kom je ook weer op plekken, en dan loop je langs is en zo, weet je, dat je denkt: "Oh ja, als ik natuurlijk vanuit het station kom, kom ik daar niet langs, want ja, ja dat is net de andere kant. En we hebben uh, 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 de podcast opgenomen met Jimmy Joy. Dat ligt weer aan de andere kant. En, ja, maar uh, dat is het ook. Amsterdam heeft zoveel ja. plekjes waar je toch wel komt. En dan denk je weer, ik ben totaal ergens anders dan waar ik hiervoor ja. ooit geweest ben. Ja. Uh, ik weet dat ik met mijn moeder uh, naar Hij geloofde in mij geweest ben. De musical over André Hazes in de Delamar. Dat was weer voor mij een totaal nieuw stukje Amsterdam daar. Met, uh, wat, wat, wat was daarbij? Ja, dat, is, dat, dat is voor mij gewoon de standaard, want dat was Paradiso en de Melkweg. Ja, dat, en, daar ben uh, ik dus nooit ja. geweest. Ja, dat is dezelfde ook. Hoe, hoe heet dat plein wat daar ligt? Uh, dat kan uh, nog niet allemaal zo plaatsen. Ja. De, ja. Waar ook echt die alleen night opgenomen werd. Ja. Het, uh, ja nu, nu breek je maar ja, even. Uh, dat plein. Ik, 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 ik weet niet welk het plein het was, maar dat plein. Iedereen denkt nu. Oké, okay, dat is dit. Ja, nu gaat iemand schreeuwen. Ja, want dit hoor ik gewoon te weten. <laughs> In ieder geval, dat heb je. Uh, toch heb je dat stukje Schiphol weer erbij. En het uh, is een je hebt allemaal mooie charme. Leidse plein je... Leids was het inderdaad. Andere is waar Musee je het je charmes hebt daar. En dan ja. heb je. Um, God, daar hebben we laatst laatste auto geparkeerd namelijk. Uh, want dat is, is super handig. Dan parkeer je de auto bij de RAI in Amsterdam. En dan kun je tegenwoordig gewoon de Noord-Zuidlijn pakken. En daar ben je ook heel goedkoop je auto kwijt. Want je hebt dan voor, ja. volgens mij 2 euro per persoon. Heb je de Noord-Zuidlijn de hele dag? Voor een, heer, uh, een keertje heen en een keertje terug? Ja, dat kan. En dat is zo'n uh, PNR. Mm -hmm. en dat, was dat, dat is bijvoorbeeld ook... Uh, we hebben dat volgens mij heel Ik weet niet de prijs die we betaald hebben... maar het was echt niet duur ja, voor de, de auto daar. De, je betaalt daar een, een, een standplaats, zeg maar. Gewoon je parkeerplek. Ja. En dan krijg je daar je tickets bij om ja. te kunnen reizen. Um, uh, de, het Olympisch Stadion heeft dat ook. Dat is superhandig, want ja. dan hou je die auto's uit de stad... en toch heb jij... Je auto kwijt. Want je, kijk, Amsterdam is toch wel handiger als je het met de auto kan doen. Dan kun je een beetje je eigen tijden bepalen. Ik vind het met de trein naar Amsterdam vond ik vreselijk toen ik dat wel eens gedaan heb. Dat zijn, dat, ja, ik vind het handige dingetjes. En dan heb je de RAI, heb je daar. Daar heb ik ook wel eens wat gezien. Ja, dat bedoel ik, je hebt daar zoveel plekken waar je wel eens geweest bent. En je doet eigenlijk nooit hetzelfde in Amsterdam. Nee, ja, het is uh, top. top, top Mijn leukste herinnering aan Amsterdam. Dat was uh, bijna iets langer dan twee jaar geleden. Toen was ik daar uh, op het hoofdkantoor van vliegwinkel.nl met Tim Hofman samen. En toen heb ik al mijn geld van mijn vakantie, die geannuleerd was, teruggekregen. Hoe vind je hey. die? Ja, dat? Ja, dat zijn mooie herinneringen. Nou, toen uh... ben ik ook gelopen naar het hoofdkantoor vanaf het centraal station in de stromende regen. Dus dat zijn mijn herinneringen aan Amsterdam vaak: stromende regen ja het blijft toch Nederland. Ja. Uh, nou ja wat ik altijd uh, wat ik al zeg, dan, dan ben je daar en dan moet je toch ergens iets eten. top idee mensen moak En o a k de beste pancakes van Amsterdam. Lekker. maar by far by far. Uh, uh, ja dus dat. ja. maar dat is ook wat ik dan wat ik zeg met al die plekjes waar je dan komt. Bij de Wereld Draait Door bijvoorbeeld, daar heb je een restaurantje erbij liggen. Of toen ik bij de cookante leesmap-opname was, was er ook een restaurantje beneden. Ik weet niet meer hoe die restaurantjes heten. Nee, maar ja. het zijn van die leuke kleine dingetjes die wat je dan een keer ontdekt en waar je heel lekker eet. En dan kom je ja. één keer en dan kom je daarna nooit meer. Nee, nee want je weet het eigenlijk niet meer terug. Dus ja, dat nee. is een beetje spoil. Nee, precies dat. Uh, ja. uh, zullen, we, zullen we naar mijn nummer 6 gaan? Wat dat was in Amsterdam? Was dat niet Amsterdam? Uh, nee, mijn nummer zes was Amsterdam, jouw nummer vijf was Amsterdam. Dus dan gaan we ja. naar mijn nummer vijf. Ja. Ja, toch? Ja. Vliegen we naar de andere kant van de wereld. Is dat goed? Ja, dat vind ik heerlijk. Ja, gaan we naar Colombo. Nog nooit geweest, dus vertel me. Nee, nee uh, daar ben ik geboren. Echt? Dus, uh, dus ik moest daar... Ja, daar moeten ze ergens in de toppen, hè? Ja. <laughs> dat dat uh, kan ik niet echt uh, omheen. Uh, nee, Colombo is, uh, is een één uh, een, 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 een grote tyfus, Um, voor, voor de mensen die het niet weten, het ligt in Sri Lanka. Daar ben je geboren dus. En uh, het verschil wat het dan ten opzichte van Nederland heeft... Het, het, je hebt eigenlijk één centerpunt. En hoe verder je ervan afkomt, hoe verder je, of hoe lager je eigenlijk in de klassensysteem komt. Dus je woont of in het allerrijkste deel. En hoe meer stappen je naar buiten in de buitenwijken komt, hoe armer je wordt. En, uh, en zo heet het ook. Het is allemaal opgedeeld in nummers. He, dus je hebt, uh, je hebt gewoon Colombo nummer 10 en je hebt... Uh, uh, een telling daarin, in hoeverre, in hoeverre je naar, naar buiten gaat. Dus het is ook een hele grote stad uiteindelijk, omdat er van allerlei dingen wordt, uh, wordt bijgehaald, wat onderdeel zou moeten zijn van, uh, van Colombo. En uh, ja, die stad, als je, als je ooit een keer naar Sri Lanka gaat, dan is dat waarschijnlijk de stad waar je aankomt, want ja, dat, daar ligt gewoon het main vliegveld waar iedereen heen vliegt. En dan. Ruik je, snuif je en zie je de eerste cultuurverschillen eigenlijk al meteen. En dat is ook gewoon meteen wanneer je er aankomt, is dat gewoon al, ja, uh, een wereld van verschil letterlijk. Ondanks dat Colombo wel echt probeert om vooruit te komen, alleen yeah. dat gaat niet zo snel. Dat duurt echt heel lang. En Colombo is een redelijk veilige stad. Ja, dus dus uh, wees vooral niet bang. Het is echt gewoon een toeristische uh, trekpleister. Dus da da daar is iedereen wel op voorzien, zeg maar. Je kunt daar prima over straat. Je kunt daar, je kunt daar alles, alles zien wat je, daar, uh, wat je wilt zien. En dan kun je zeggen dat je in Sri Lanka bent geweest. Dat zou je kunnen doen, maar uh, daar kom ik dadelijk nog wel op. Um, maar het, de, deze stad heeft ook weer uh, showcased eigenlijk alles wat. wat, wat ja, hoe moet ik dat omschrijven? Ik ben natuurlijk niet naar alle delen van de wereld geweest. Nee, nee. Maar je ziet hoe verschillend de wereld in elkaar zit. En uh, hier ga je van, van Ruiver of van, uh, van Kerkrade naar Amsterdam. En dan denk je, ja, het is een stad, maar we zijn nog wel steeds in Nederland. Dat is daar niet. Dat, dat is zo'n wereld van verschil. Je gaat, uh, je gaat van het centrum... Iets meer naar buiten toe en je ziet gewoon een verval van hier tot, tot, tot Colombo. <laughs> en het is uh, uh, dat dan dan heb je niet het gevoel dat je in een stad bent. Zelfs in Amsterdam in de slechtste wijk ziet dat er heel goed uit, en dat is hier niet. Dus dat is dat dan dan zie je hoe groot een, een verschil kan zijn in, in levens levensvorm en cultuur en wat uh, hoe het met elkaar uh, verbonden is. Uh, het is niet zoals Mumbai, wat een hele drukke stad altijd geportretteerd wordt. Het is wel redelijk rustig, je kunt daar wel dingen... Natuurlijk is het wel een van de drukkere steden in Sri Lanka. Mm -hmm. uh, maar je hebt, uh, je hebt daar de tempels, je hebt daar uh, uh, stranden, je hebt daar uh, de, de, uh, de botanische tuinen die er heel veel zijn. Je kunt daar alle kanten op. Maar ben je daar recentelijk nog geweest? Uh, ja, ik, dat heb ik opgezocht. <laughs> uh, vier jaar geleden. Oké. Okay. En, het is en, vandaag... en zie je wel dat het dan vooruit gaat wat jij zegt? Of? Ik, uh, ik ben daar geboren. Toen heb ik niks gezien, want uh, ik werd yeah. meteen hierheen uh, gebracht. Uh, uh, toen ben ik daar, toen ik ja, 18 of 19 was, ben ik daarheen geweest met mijn ouders. En toen ben ik uh, vier jaar geleden, en dat is bijna op de dag af, 17 mei namelijk, <laughs> uh, ben ik uh, in alle stilte. Uh, ja, 16, 17 mei 2016, dus vier jaar geleden. Uh, ik had niemand verteld dat ik daarheen ging. Dus ik had, uh, ik had uh, mijn werk de dag van tevoren. Uh, dat was een periode, zeg maar, tot ik geen werk meer had. Mm -hmm. En uh, daarna zou ik pas naar school terug gaan. Dus dat was echt zo'n tussenperiode van een paar maanden, waar ik ook verder niks hoefde. Ik bedoel, uh, ja, ik had concert en zo, maar dat. Uh, dus ik had op een gegeven moment gewoon in mijn agenda. Uh, geen concerten meer gepland en geen festivals meer gepland, maar verder niemand vertelt dat ik er niet zou zijn. Dus ik ben echt gewoon uh, uh, s ochtends vroeg, vroeg vertrokken en ik heb uh, drie weken lang niemand verteld waar ik was. Dat lijkt me ook eens heel chill, hoor. Ja, daar was niet iedereen even happy om. Daar heb ik echt wel ruzies mee gehad. Uh, maar ja, fuck it, dat, 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 dat kan mij. Blijkbaar moest dat voor jou heel even zo, dus. Ja, het was ook echt zo. Van, ik ging alleen. Ik had daar wel een gids, want dat is wel echt aan te raden. Dus ook een chauffeur, dus want daar zelf gaan rondrijden in een auto. Ik zou het je niet aanraden, het kan wel. Maar voor, voor iemand alleen zonder een hele goede navigatie doet dat niet. Um, en die gids hadden we dus ook toen ik op mijn 18 of 19 daarheen ging samen met mijn ouders. Dus dat was dezelfde man. Wel heel erg gericht op de oude cultuur, wat voor mij niet zo interessant was. Dus daar hebben we nog wel wat, 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 wat gesprekken over gehad. maar... Um, je ziet Sri Lanka, dus daar komen we daar nog wel op. Maar um, ja, Ik heb toen de dag van tevoren nog een concert gedaan, een evenement. Ik heb s'nachts mijn foto's geëdit en een paar uur later zat ik in het vliegtuig naar Colombo. Ja, dat is wel ja, echt gaaf. Ja, ja en, uh, en toen ben ik ook echt, uh, en dat kan ik weer even opzoeken. Uh, ik ben toen 17 mei vertrokken en ik kwam uh, 8 juni pas weer terug. Dat is wel een lekkere periode dan. Ja, ja, de drie drieënhalve week ben ik daar geweest, ja. Dus dat uh, dat dat uh, ja. Uh, en er was was dat een stad waar je drie weken zeg maar dan semi alleen makkelijk nee, kon verblijven? Nee, 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 ik heb rondgereisd. Oké. Okay. Uh, en dan kan kan ik wel dadelijk naar een andere uh, uh, plek toe in mijn top zeven, want we mochten er twee. <laughs> ja. Uh, uh, maar ja, nee, Sri Lanka is een, is een land waar je echt eigenlijk moet rondreizen. En dan zal ik even een beetje een link leggen naar, naar. Even kijken, ik ben nu uh, 34, dus dat is 16 jaar geleden ongeveer. Toen ik daar toen ben geweest en dus vier jaar geleden, voor de laatste keer. Um, toen was er nog oorlog. Want het is een, een heel verdeeld land uh, met de Tamil-tijgers en uh, de Singalezen. Um, dat betekent dat we destijds niet hoog in, in Sri Lanka uh, mochten zijn. Het is een beetje een oog, uh, hoe noem je dat? Uh, een traan, qua, qua, qua vorm. Dus het onderste gedeelte, daar kon je destijds vrij, veilig rondreizen, maar iets naar boven toe niet. En um, uh, de, de vier jaar geleden ben ik dus wel bovenin geweest. Maar de, de, de eerste keer dat ik daar was, uh, zijn we van Colombo naar Kandy gereisd, uh, volgens mij nog iets meer naar rechts toe en toen naar beneden toe. Dus dat is een heel klein, klein rondritje wat je toen maakte. Dan hebben we ook wel bijna denk twee, drie weken uh, volgehouden daar. Maar het is heel veel natuur, het is heel veel cultuur. Uh, je, je hebt daar theeplantages, je hebt daar bergen, je hebt daar een tempel bovenop een berg, je hebt daar een bepaalde rotsblok, wat een beetje een olifantsvoet uh, doet voordoen, zeg maar. Daar kun je helemaal naar boven toe klimmen. Uh, je hebt stranden, wat ik al zei. Je hebt natuurparken. Dus het is echt een heel divers land, uiteindelijk. Ja. Maar overal zie je het gammel. Het, ik heb geen, geen. Maar dat heeft zijn charme ook wel, hè? Ja, charme. Kijk, jij zou daar als. als... Uh, buitenstaander. Als, als buitenstaander, als, als, als vakantiegang. Kijk, voor mij ook. Okay, ik ben een volledig Westerse. Ik kom ja. daar gewoon binnenlopen met mijn, maar Apple jij, Watch en mijn iPhone. en jij hebt Andere gevoelens bij dan ik die zou ja. hebben Ja, uh, dus ja, het is zeker een vakantieland. Je kunt daar zeker ook gewoon heen veilig. Je kunt daar met een gids heen. Er zijn goede rondreizen die georganiseerd worden. En dan zie je Candy, wat een heel culturele stand is, is. Wat Colombia is wat de hoofdstad is. En dan ga je naar Gal toe. En je kunt daar genoeg dingen doen. Om echt langere periode ook daar te zijn. Um, uh, vertrouw vooral niet op de wifi. Koop gewoon lekker een 4G-kaartje. <laughs> <laughs> um, maar vergeet niet op het moment dat je daar een hotel neemt, het kost echt helemaal niks. Ik, heb daar, uh, ik had daar toen 4000 euro voor vrijgemaakt. Ik heb daar 3000 euro van uitgegeven, waarvan bijna de helft van vliegticket. Ja. Yeah. Dus ja, het blijven slapen in de allerduurste hotels kost daar nog steeds niks. Ja. Dus dat is, een, dat, ja, dat is dat heel is... vreemd om dat zo, uh, zo te stellen, maar dat is wel hoe het, hoe het land werkt. Heel gastvrij land, net zo dat ik ben. Uh, <laughs> maar het is, uh, 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 ze zijn heel behulpzaam. Ze, 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 ze helpen je mee, ze proberen Engels waar het kan. Uh, je kunt daar je enigszins mee redden met Engels. Uh, want een andere taal hoef je daar echt niet te proberen te spreken. Um, yeah. Ja, en dat is, dat is wel prachtig. En de rest kom ik daar ook nog wel bij mijn volgende. Heb weekje. ik benieuwd. Ja. ja, dat is inderdaad iets waar ik totaal niet aan zou denken. Waar ook nee, niet 1, 2, 3 naartoe zou gaan. Maar uh, nee, bijzonder waar, om allemaal zo te horen. Waar vliegen we nu heen? We vliegen nou iets dichter bij huis. Je kan ah, er met okay. de auto naartoe. Zo hebben wij dat in het verleden wel eens gedaan. maar dat was Disneyland een... Parijs. Nee, <laughs> dat is geen stad, hè? Um, nee, um, Barcelona. Ah, uh, mijn nummer drie. Ja, nummer drie. Nou kijk, we zitten... Dat, we over. Ik zei toch, we gaan overlappen. Oh, dus nou, ja, nummer bespreken. vier moet daar eigenlijk even tussendoor. Ja. <laughs> nee, maar mijn nummer vier, uh, Barcelona. En daar zijn we ooit naartoe gegaan in eerste instantie, omdat we altijd op vakantie gingen in de Costa Brava of in de Costa Dorado. Ik snap uh, en dat en nooit. Je... De Costa betekent toch gewoon dat je ergens aan de zijkant bij een watertje zit? Ja, bij, bij maar... de Middellandse Zee. Ja, maar waar, is, waar, waar ligt dat dan? De Costa, Costa Brava. Brava ligt onder Barcelona, tot, tot aan eigenlijk. En de Costa Dorado ligt daarboven en dat is zuidelijker. Oké, okay, Oké. Okay. Dus dan heb je ook nog de Costa de Zolla. Ja, ik hoor dat altijd, maar ik denk Costa is gewoon de, de zeekant, zeg maar. Wat ik maar... altijd herinner van mijn vader was dat de Costa Brava niet altijd voorzien was van het perfecte weer. Daar kon ook wel eens mindere dagen tussen zitten. <laughs> en de Costa Dorado had eigenlijk altijd mooi weer. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan heb je Salau in de Costa Dorado. En we gingen heel vaak gingen wij naar Salau op vakantie. Dan uh, gingen we naar een hele leuke camping. Maar dan maakten we altijd zo'n daguitstapje met de bus. Gingen we dan naar Barcelona. En zo heb ik Barcelona leren kennen. En dan maakte hij daar een ja, dagtripje na. En dan ging je met de bus langs de bezienswaardigheden. Ging je langs Cap Nou, het stadion van Barcelona. dat was indrukwekkend. Want daar ging je ook echt in. We hebben toen hele rondtours gedaan door dat Cap Nou. Um, maar waarom Barcelona met mijn nummer 4 staat, is omdat ik in 2010 met mijn uh, uh, eindexamenklas, zijn we toen. Um, uh, de, het was het jaar voordat we eindexamen deden en dan ging je op schoolreis. Ging je op schoolreis uh, een week lang naar Barcelona met uh, HVO 4 was dat toen. Wat voor fucking rijke school is dat? Ik, ik heb er nog een andere reis gemaakt, die komt dadelijk. Uh, oh nee, ja, dat God. was geen rijke school, dat is gewoon. Uh, de buitenlandreis, dat was gewoon een ding in je uh, voor-examenjaar. Nee, nee, nee. Wij ja, hebben ons echt, wel. Ik Volgens mij uh, 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 misschien een dagtripje ergens heen, maar een week naar Barcelona. Ja, dat was altijd dan uh, de week voor de herfstvakantie ging, ging ja, dat jaar ging. Uh, of er waren meestal twee of drie reizen waar je uit kon kiezen. En vol oh was het vol. En uh, dat was het jaar dat ik naar Barcelona ging met uh, 2010, uh, met, met mijn... Uh, voor eindexamenjaar klas. Maar, maar dan ben je ben je uh, HAVO leerling, dus dan ben ja. je een jaartje of zestien uh, of zo, vijftien. Nou, ik was wat ouder, want ik had eerst okay. uh, de MAVO gedaan, dus ik was Jij al was een keer op buitenlandreis geweest. Goh, ook dat nog. <laughs> Toen was het ook eigenlijk niet mijn bedoeling om op buitenlandreis te gaan dat jaar, um, want we waren al geweest. We hadden zoiets van ja, maar ik, uh, ik was met mijn beste vriend samen, Jordi Stofberg... Ja, je hoort die naam altijd voorbij komen, maar ja, die ja. hebben heel veel meegemaakt mee in die tijd. Um, wij zouden eigenlijk niet op buitenlandreis gaan, maar we waren heel goed met de docenten. En de docenten kwamen naar ons toe en zeiden: Jongens, er zijn twee plaatsen vrijgekomen voor Barcelona. Als jullie willen, kunnen jullie mee. <laughs> en we hadden ons natuurlijk in eerste instantie niet kunnen opgeven voor die buitenlandreis, omdat wij pas later doorstronden naar de haven, omdat we eerst de MAVO afgemaakt hadden. En toen hadden we eigenlijk allebei zoiets van: Ja, dat willen we stiekem toch wel. En dat bleek de allerbeste beslissing die we hadden kunnen maken. Want. Um, wij kennen natuurlijk nog niet heel veel mensen van dat jaar perfect. Maar uh, nadat wij in Barcelona zijn geweest, zijn wij twee jaar lang op alle feestjes uitgenodigd geworden. We waren, uh, <laughs> ja, wij ja, maar zijn jullie, toen, uh, jullie waren gebond. diegene die het bier mochten betalen. Of nee, kopen in ieder geval. Nee, juist niet. <laughs> oh. Nee, we hebben ons... Uh, ik, wil niet, ik wil niet zeggen wat ik gedaan heb daar, maar we hebben <laughs> ons daar redelijk uh, populair gemaakt. Ja, maar, maar dan, dan ben je HAVO-leerling... Een ja. week daar en we zaten. Uh, Wou je dat vrijgelaten dan die week of is het uh, wel Deels. strikte dingetjes? Nee, het was vrij. Het was uh, we zaten uh, gebaseerd in Calella. Dat lag toch twintig minuutjes tot een half uurtje van Barcelona af. Mm -hmm. Maar we gingen eigenlijk iedere dag wel een keer richting Barcelona uh, en dan gingen we. Uh, we zijn ook ook weer een keer naar Camp Nou geweest, maar dan zag ik een tour die heel anders was. Wel, onze reis was eigenlijk zo opgedeeld dat je steeds plekken zag. Uh, waar je wel geweest moest zijn in Barcelona en dan werd je daar naartoe gebracht, uh, dan kreeg je er een beetje uitleg over en je werd gewoon vrijgelaten en dan kwam je twee uur of drie uur later gewoon weer uh, bij het verzamelpunt terug en dan ging je verder. Maar we deden nou. ook groepsdingen. Maar nou, ja, nou, wat, ik heb die stad daar echt leren kennen en, en met vrienden en dat was. Dat was echt uh, hoe ik Barcelona heb leren kennen. Toen ben ik in het park van Gaudi geweest. Want toen was ik uh, als toerist zijnde. Want ik was al heel vaak dagjes naar Barcelona geweest. Uh -huh. Maar ik was nog nooit echt in het park van Gaudi geweest. Ja, dan zie je al die architectuur en al die kunst daar. Dat is zo mooi om te zien. En dan stran je daar zelf eens even rond. Ja, dat, dat, dat zie je gewoon op een andere manier. Als je de tijd ervoor neemt. Ja. Nou ja, het is wel. Oh ja, het is natuurlijk een wereldstad. Er zit nog wel wat afstand tussen tussen al die plekken. Dat verbaast yeah, mij zeker. wel. In, uh, in Barcelona. Andere hey, steden ik... zijn heel compact, hè, zoals we net ze hadden over Amsterdam. Dat kun je allemaal yeah. lekker lopend doen. En dan heb je toch alle highlights gehad. Oh, dat kan hier niet, hoor. Ah, ja, dat zou ik niet doen. Nee. nee want dan heb je. Um... De Grote Kerk, La Casa di Familia heet die, ik weet niet. Uh, uh, Sagrada de familia. Sagrada de familia, ja, zie, ik ben al een tijd niet meer geweest. Grote kerk, als je ergens in mijn story kijkt kerk... terugkijkt uh, van Instagram, zie je ergens grote kerk staan. Dat is die. Ja, de kerk die <laughs> nooit afkomt, dat blijft daar gebouwd worden. Um, ja, daar kom je dan ook wel eens uh, in zo'n tour die je dan maakt op zomervakantie die ik dan gemaakt heb, dan kwam je mm. daar wel eens en had je daar een uurtje. En nu met school had je daar gewoon drie of vier uur om daar te verblijven, bij dat gebied. En dan ga je naar de omliggende straatjes en dan ontdek je daar wat nieuws. Ah, de perfecte plek, de Ramblas. De Ramblas is eigenlijk een hele lange straat met allemaal straatartiesten. Waar je heel goed op je portemonnee moet letten natuurlijk, want dat zeggen ze overal. Er wordt heel veel geklauwd. Ja, ik, ik, heb, ik snap niet dat dat nog altijd gezegd wordt. Want uh, één, wie heeft nog geld in zijn beurs? Ja, nee, oké, okay, dat is waar. Maar in de en, tijd dat en, ik er kwam, wel hoor. Want dan want... spreken <laughs> we eigenlijk over tien jaar geleden dat, dat wij uh, die uitstapjes met familie daar altijd maakten. Ja, ik ben er nooit zo bang voor. Misschien ligt dat aan mij, tot niemand mij probeert hier te, te overvallen. Maar, uh... Er wordt heel veel gestolen op straatbende Ja, dat is zeker. Nee, maar dat is ook logisch. Ik bedoel, dat is zo'n terroristische trekpleister. Iedereen loopt daar zo op elkaar. Maar ja, daar heb je anderhalve meter afstand. Dus dan doe je dat niet meer. Nee. Maar dus, uh... al dat soort dingetjes samen maakt dat... dat, dat, dat... Ja, Dat er mooie herinneringen liggen. En een van mijn mooiste herinneringen is dat ik in de zomer, was dat in ieder geval altijd, als ik dan die, die dag uitstapjes had, werd de dag uit afgesloten bij een heel groot gebouw. Ik was te jong om dat gebouw nu te herinneren hoe dat heet. maar het was met zo'n enorme trap en fonteinen. En helemaal beneden had je zo'n enorme <laughs> fontein. En daar werd iedere avond een ja. lichtshow gedaan. Ja, ik weet niet meer hoe dat gebouw heet, maar, maar ik uh, uh, had het je kunnen zeggen. Als ja. ik het van tevoren wist, want dat heb ik ergens uh, in mijn story nog wel staan. En dat was uh, heel denk, mooi. Ik denk heel dat je de Font uh, magi Magica bedoelt. Dat zou best wel, denk En dat ligt eigenlijk. Uh, als je, aan de andere kant ligt het uh, Olympisch Park. Ja, nee, daar is daar. Ja. ja, dus dat. Dan is het Font Magica. Ja, magica. Maar dat, ja. Dat, dat was heel indrukwekkend. Want, ja, ik zie de foto nu inderdaad. Dat, dat is dat. Enorme ja. fontein op muziek. En oh, ja, maar Bel, ik wil Berlijn zeggen. Barcelona is zo vol met, ook die, ja, met die historische punten van vroeger ook. Hele mooie architectuur met heel veel van die gaudi invloeden. Ah, ik vind het echt heel mooi. Ja, ja ik weet niet. Ik ben even denken wat ik nu ga toevoegen aan Barcelona. Want dat is natuurlijk mijn nummer drie. Dus ik moet, moet dit verhaal nu overtreffen, maar dat gaat niet lukken. Uh, ik denk dat ik dan nu drie keer vier keer. Vier keer ben ik geweest. Uh, 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 heel recentelijk, net voor de corona. Ja. Ben ik daar geweest. Uh, dat was gewoon een hele fijne trip. Even een paar dagen weg en we, we gingen uh, naar Barcelona kijken. Dat was de enige reden om daarheen te gaan. Maar ja, dan is het toch goedkoper om na twee, drie dagen te blijven dan uh, één dag om en neer te vliegen. Zo dus ja. werkt die shit uh, nou een, eenmaal. Barcelona won. En met drie, ja, dat drie, 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 drie keer Messi. Dus ja, dan, 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 dan is prima. Het was echt een hele slechte wedstrijd. <laughs> maar ze wonnen. Uh, dus dan ben je ook een keer daar geweest. Maar ik ben daar heel vroeger zijn we, uh, een keer daar geweest. Daar kan ik echt niks van herinneren. Volgens mij met de familie. Uh, dus echt familie, dus niet met gezin, maar met familie. Ja. En we zijn er een keer geweest toen was het. Uh, we waren op vakantie en toen ging een vriendin van mij mee op, mee op vakantie. En toen zaten we bij een camping daar. En uh, toen zijn we gewoon een dagje naar Barcelona gegaan, zeg maar. Maar toen uh, een dagje zelf of een dagje met zo'n georganiseerde tour? Nee, zelf. zelf okay. als, als, als papa en mama op vakantie gaan, die gaan echt niet met een georganiseerde tour. Uh, die vinden dat allemaal zelf wel uit. En dat is ook, dat is ook hoe ik werk uh, tegenwoordig. Ik ga er gewoon heen en ik zie het wel. Ja. Uh, Behalve dat New Europe, want ik heb afgelopen keren natuurlijk ook New Europe uh, in Barcelona gedaan. Want ik denk, ja, als ze dan toch daar zijn, gaan we weer een New Europe doen. Die liggen trouwens ook in Amsterdam. Dat wil ik nog steeds een keer doen, want dan ga ik ze gewoon. Uh, <laughs> kijken wat je, wat je nieuw wat nog kan ontdekken. Eraan nog nieuw, ja. maar, uh, maar Barcelona was natuurlijk gewoon nu met uh, de, uh, de recentelijke trip. Uh, wilde ik gewoon een keer doen om te kijken hoe ze dat in Barcelona deden. Nou, dan kom je inderdaad ook op bepaalde plekken. Dan zie je ook een deel van, van Gaudi. En toen hebben we uiteindelijk twee tours achter elkaar gedaan. Er is dan een uur tussen. Eentje was de gratis tour en eentje was een betaalde tour. Um, uh, de, de, de gratis tour die laat je de highlights zien. En de, de betaalde tour ging over. Uh, wat heb ik gedaan? Volgens mij was dat nu wat meer de, de, de geschiedenis-tijdslijn, zeg maar. Tussen hoe uh, Barcelona is ontstaan, uh, welke, welke invloeden daarin zijn gekropen, hoe de stad gebouwd is geweest. Want dat is ook een, op een bijzondere manier uitgebreid, zeg maar. Want ja, op hmm. een gegeven moment zit je gewoon tegen een heuvel aan waar je geen kant meer op kan. Um, dus ja, dus dat hebben we de afgelopen keer gedaan, maar die keer dat we dus met die vriendin op, uh, samen met mijn ouders op vakantie daar zijn geweest. Um, ja, dan, ga je, dan, dan ben je nog jong, weet je, dus dat zal je het zal zijn, ja, het was 16 denk ik, 15 of zo. Ja. En dan kom je in zo'n zo'n wereldstad, niet de eerste keer, maar vroeger ging het altijd vakantie in Frankrijk. En nu ging ik je naar Spanje toe. En dan, ja, dan moet je naar Barcelona natuurlijk. Het is echt gigantisch hè? En dan, ja, als, de, de stad maakt destijds, hè, ook als je jong bent, dus daarom, nou, totdat dat toch ook in mijn lijst stond. Als je iets jongere kinderen hebt, is dat ook echt een stad omheen te kunnen gaan. In andere steden verdwaal je. Ja, zeker met kinderen heb je er echt helemaal niks te zoeken. Maar dit is een hele ruimtelijke stad. Er zitten heel veel plekken. Je hebt daar heel veel uh, uh, brede wandelpaden. Het klinkt allemaal heel stom. Maar dat is toch wel fijn als je daar met een familie heen gaat, zeg maar. Ja. En het, het, het verveelt ook niet zo. Want je kunt inderdaad, wat jij zegt, uh, een voetbalstadion zien. Je hebt daar een, een, een groot dierenpark. Maar je kunt dus ook naar het Olympisch uh, Park, wat er nog steeds ligt. Ja. Uh, waar, je, waar je lekker kan rondlopen. En als je het net iets te lang over doet, zoals wij, dan zijn je daar vier, vijf uur van je, van je leven in kwijt. Ja, maar je kan er zoveel blijven zien, hè? Ja, en, en wij zijn dus nu, dit keer, niet naar die, uh, uh, die, die tuin van, van Gaudi geweest. Nee, die heb ik, die pas, oh, die heb ik ook maar één park. keer gedaan. Ja, dus ik, dat, dat wilden we nu nog wel doen, maar dat zijn we gewoon, uh, dat ging tijdtechnisch niet meer. Um, maar ja, het is wel een stad waarvan ik denk. Uh, ja hoe moet dat omschrijven? het is de hele lastige top 7 van mij eigenlijk ik heb niet zoveel te vertellen erover nee meer het feit het is een stad waar ik me niet thuis voel nee dat heb ik je... ook niet maar waar je wel genoeg kan doen ja. dus zal ik het zo omschrijven maar het is wel een stad waar ik nog steeds in verdwaal. ja, ja omdat het ik echt van plek naar plek kan het. ja ja ik kan van plek naar plek en daar kan ik mijn, uh, mijn dingetjes vinden maar dat is toch? Ja, wij zaten nu dus uh, de, de, de laatste keer dat we daar uh, waren, uh, hadden we een, echt een, een hotel gepakt uit het centrum, want ja, we zijn niet zo rijk, dus het we moet wel een beetje goedkoop. Mm -hmm. En uh, toen kwamen we eigenlijk uit op een, uh, op een locatie waar we verbazendwekkend binnen vijf minuten aan het strand waren. Dus toen zijn we nog op de laatste dag of de dag van tevoren uh, nog even naar het strand in de vroege ochtend gelopen. En, ja. uh, en daarna en daar even gechilled. En dat is natuurlijk ook wel. Het dat, dat, dat is een stad. Je kunt naar, naar een strand toe. Je kunt uh, naar de bergen toe. Het ligt allemaal. Is allemaal de... hè? Ja. Je kan dat kabelbaantje pakken op die berg. Dat hebben we ook gedaan, ja. Ja, ja. ja, dat is echt leuk. Ja, Barcelona, ja. dat is over te ontdekken nog steeds ook. Maar ik ben er al echt lang niet meer geweest. Ik wil er nog wel een keer heen. Ja, ik merk wel. En ik, ik, weet niet, ik, ik heb niet zo sneer de noodzaak om daar nu nog snel heen terug te gaan. Misschien als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar uh, dit is maar een heel klein stukje Spanje. Ik ja, ben nog nooit zeker. in Madrid geweest. Ik ben nog nooit in Bilbao geweest. Ik ben nog nooit in Valencia. Uh, Valencia is ook prachtig. Ik ben wel uh, onderin geweest. Uh, daar heb ik een keer... Uh, hebben, uh, hoe heet het? Zijn Met twee gasten zijn we, zijn we daarheen gevlogen. Ergens onderin hebben we uh, een, een auto gehuurd. Ja. Uh, uh, vanuit, zijn volgens mij, Malaga geland toen naar Fuencaldera, Manga Fuen Maar Mallega is niet onderin, toch? Mallige ligt ik best wel. Ja, de, nee, de, ja, dat is een beetje het zuidelijke. Uh, ja, nee, dit ligt wel redelijk richting onder. Ah. En toen zijn we met de auto zijn we naar uh, Gibraltar ook geweest en zo. Um, kan er ook niks meer van herinneren, maar dat is zoals de meeste dingen van mijn leven. Spanje um, maar onze fantastische strandvakanties, de lekkere vakanties, waar ja, we af en toe wat om de gingen bekijken. We hebben bekijken. gedaan. Wij gingen altijd naar camping dan daar. En dan uh, dat ja. was leuk. Dat waren leuke nee, wij hebben, wij hebben Wij gingen altijd wel naar campings, maar dat was allemaal in Frankrijk of Italië. Uh, en dat waren nooit strandvakanties. Wij gingen altijd de bergen in. Dat nou, dus. dus ja, dat, uh, dat is heel anders. Dus ja, als je dan nu naar, naar Spanje kijkt, is dat zo'n klein dingetje. En dan pak je dan natuurlijk nu Barcelona uit, omdat dat makkelijk is. Omdat je daar geweest bent, want dat was een van de eisen die we hadden. Ja. Uh, maar... Um, het is echt een vakantieland en ik denk dat zij ook dit jaar uh, een hele zware klappen uh, te verduren krijgen. O, zeker. Vanwege het, uh, het uitblijven van toerisme, maar mocht, uh, mocht het weer mogelijk zijn, dan kun je erheen rijden, je kunt erheen vliegen. Uh, het is zeker een, 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 een land, maar ook een stad, dus om aan te raden. Om heen te gaan waar op verschillende plekken van verschillende, echt heel verschillende dingen te doen zijn. Uh, dus ja, dat. Maar mijn nummer 4, jouw nummer 3, dan missen ja. we jouw nummer 4 natuurlijk. Ja, we fucking weer naar de andere kant vliegen, man. Dat was verdomme. Al die, uh, die KLM-punten scoren. Met mondkapje. Met mondkapje. Nou, uh, 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 en dan moet ik ook weer even over nadenken. Twee jaar geleden. Ja, het is sowieso twee jaar geleden. Nu even nog kijken wat de dag was. hoe. Ik heb echt. Ik, uh... Tot op de dag precies. Heb ik, heb ik. Uh, 1 september. Dus ja, het is er toch nog een. Uh, 1, uh, 1 september 2018 uh, ben ik met Phoenix Ashes, die jullie in de podcast al een keer hebben gehoord van Shark Talk, uh, naar uh, Indonesië gevlogen. Okay. Om, wat, om wat showtjes te spelen. Oh. Uh, en toen dus hebben we daar uh, een, een soort van rondtripje gemaakt, naar allemaal verschillende uh, locaties waar we konden spelen. Eh... Uh, uh, um, uh, ja, hoe moet dat... Ik weet nooit hoe al die, al die uh, eilandjes ook wel heten. Uh, maar waar Jakarta ligt, ja. uh, daar kwamen we aan. En toen zijn we naar Bali gegaan. En toen weer een, een rit terug. Iemand gaat me dadelijk vermoorden dat ik niet meer weet hoe dat ding heet. Maar uh, <laughs> ja, waar Jakarta dus op ligt, nou, waarom weet ik dat niet. Um, en, um, mijn nummer vier is Jogjakarta. Dus niet Jakarta, maar Jogjakarta. Dat ligt een beetje in de midden. En dat is uh, uh, niet zozeer vanwege het feit dat we daar een hele leuke afsluitende dag hadden van de tour. Want we zijn dus van Jakarta naar Bali, naar Surabaya, naar Malang, denk ik. Ja, dan vergeet ik allemaal andere plaatsen waar we zijn geweest. Maar uh, richting Jogjakarta om dan naar Semarang te gaan, volgens mij was het toen. Het zegt me allemaal niks, sorry. Nee, ja, je, ja, als je, ja, ik weet niet als jij de kaart voor je hebt, maar je vliegt een beetje door het hele eiland heen, of over het hele okay. eiland. Door. Uh, dat doe je allemaal met een bus in dit geval, wat gewoon lang duurt, want daar kun je ja. 130 op de, op de weg rijden. Uh, maar dat ligt een beetje um, ja, centraal. En daar liggen ook um, herkenbare plekken omheen, zal ik het zo zeggen. Hmm. En... Voor mij was het even... Hè? We zijn toch wel op behoorlijk wat plekken geweest tijdens die tour. Maar dit was het centrale midden. Dus ik, wil ja, ik heb de Jakarta maar erop gezegd, want we mochten maar één ding noemen. Um, maar meer Indonesië. <laughs> Stiekem. Gewoon, al, gewoon als totaal eigenlijk. Ja, en Jakarta was een beetje dat, 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 dat... Het was het einde van die tour. We zijn toen nog naar... Een, een berg geweest uh, waarop een tempel was gebouwd. Uh, we hebben daar in een heel veel te luxe hotel geslapen. Maar het ja, kost, kost, <laughs> ko kost dat niks, dus dan doen Lekker we dat. Lekker dat het allemaal te betalen is dan daar. Hey. Oh man, je gaat helemaal stuk. Je hebt daar een kamer voor vier tientjes en, en dan heb je dus gewoon het meest luxe, luxe hotel wat je kunt bedenken. Oh, heerlijk. Dat, dat soort geintjes. Ja, het is, het is echt niet oké okay, uh, soms. Um, ja. Maar of dit... betalen wij gewoon veel te veel in deze tijden hier? Uh... Nee, 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 nee. Het is echt... Uh, zij hebben um, een andere rekensom, uiteindelijk zal ik het zo noemen. Ja. Maar het is zo'n prachtig land om er doorheen te reizen. Ook al doe je dat met een hele klote bus waar je dubbel gevouwen in zit. Uh, met veel te veel mensen waarvoor het bedoeld is. Um, het is een... Uh, uh, net zoals Sri Lanka, zeg maar, een... een, een, een Leefomgeving zal ik het zo noemen. Yeah. Waarvan je als Westerling denkt: van ik kan hier echt niet de hele dag leven. En na een paar de dagen denk je: ja, het maakt ook eigenlijk geen klap uit. Want je hebt eten, je hebt onderdak. en dat is alles wat je eigenlijk nodig had. En dat is hoe de mensen daar ook leven. En uh, dan heb je misschien wat minder luxe. Hè, en dan blijf je in het allerduurste hotel slapen. en dan heb je alle luxe van de wereld die je maar kunt bedenken. Um, maar de de westerse cultuur is daar niet doorgedrongen als het op de negatieve punten gaat. Natuurlijk okay. ligt daar 4G en natuurlijk heb je daar supersnel internet en natuurlijk heb je daar luxe hotels en natuurlijk heb je daar stroom ja niet overal maar stroom met water mm -hmm. dat soort dingen. Maar niet die, die drukte, niet die rush, niet die. Het gaat allemaal op een eigen tempo, allemaal op zijn Is mier. dat een voordeel of is dat een nadeel ja, soms? Een voordeel, een voordeel ja, alleen voordeel. voor voor ons als Westerling is het zo. Ja, maar dat moet nu niet. Ga ben mm -hmm. afgesproken dat dat nu zou gebeuren. Na de eerste show kwamen wij er al achter, want we kwamen aan en diezelfde avond moesten we al spelen. <laughs> ja, ik bedoel, ik, ik, ik zit niet in de band. Hè. Ik deed de management, het tourmanagement daar en helemaal ja. top. En wat fotografie, dus voor mij is dat luxe. Maar zij moesten meteen het Maar bodyguard. is dat dan niet als manager frustrerend als alles op zijn gemakje gebeurt daar? Mm -hmm. Dat denk ik ja. Ja, maar de, de afspraak was: de band moest zich daar niet mee bemoeien. Dat hoefde niet, daarvoor was ik er juist mee. Ja. Dat was ook de logica. Zo hoort het ook, daarvoor mee als manager. Maar dan ga je dus de eerste dag, kom je daar aan. En dan krijg je dus gewoon de band die het daar een beetje uh, op lokale niveau aan het regelen is voor je. <laughs> Topband, goed geregeld allemaal uiteindelijk. Die zegt, uh, oh ja, uh, jullie gaan als vijfde op. Ik zeg als vijfde. Ja, er zijn, uh, er zijn vijf bandjes vandaag. Oké. Okay, ja. Ik dacht dat er één voorprogramma zou zijn. Dat bleek er iets meer te zijn. Sommige zo zeven voorprogramma's, we hebben het over mensen. Maar die beginnen ook wanneer ze willen. <laughs> dus, dat, dus dat is niet zoals hier, tot je een tijdschema hebt waarvan je dan zegt, nou ja, het voor eerste voorprogramma is om, om, om acht uur en dan half negen de volgende of zo. Nee. Um, ja, is iedereen er? Ja, iedereen is dus Zullen oh, we beginnen? Ja, dan gaan we beginnen. Hoe laat is het? Half tien. En ik denk... Jij vijf. moet nog vijf... Uh... Wij zijn het vijfde bandje, er moeten we nu vier. Even vertellen, dat betekent na middernacht oh op een doordeweekse dag. Geen enkel probleem. En dan gingen we. Waren er wel nog mensen dan? Jazeker. Oh. Hallo, Phoenix Ashes is bekend over de hele wereld. Uh, nee, zeker zijn er wel mensen. Alleen je, je, voor mijn logica in Europese, Westerse gedachtegang... Gaat je moet niet, niet zo? De, je, moet, je moet eerder beginnen, want er zijn er meer mensen. Ja. Maar dat tijdschema ligt daar heel anders. Dus die hebben ook niet de rush om meteen weg te gaan of zo. Dus op een gegeven moment heb ik na de eerste dag wel gezegd van oké, okay, is dit overal? Ja, dat is overal. En toen zei ik van oké, okay, wij willen altijd om elf uur spelen. Maakt me niet uit hoe en wat. Ja. Maar wij spelen om elf uur. Waardoor het dus niet meer uitmaakte hoeveel voorprogramma's of hoeveel naprogramma's we hadden. Wij speelden om elf uur. En wij speelden altijd een half uur tot drie kwartier. Uh, zal zoiets zijn geweest, denk ik. Uh, waardoor we altijd voor 12 klaar waren. Kijk, okay. als er dan net één bandje uitloopt, tuurlijk, dan begin je iets na 11. Maar je bent altijd voor 12 klaar. Maar dat betekent dat er soms nog twee andere bands op het programma stonden. die echt pas om twee uur s'nachts klaar waren. <laughs> dat was het nadeel van het andere. Maar, wij hebben maar ja, naar als het, het daar zo'n beetje loopt. Ja, maar wij hebben echt gezegd: van, we gaan ook naar huis. We gaan naar de hotelkamer toe. Want wij moeten de volgende ochtend, oh, je om zes of zeven uur. weer in een bus zitten voor negen uur. Want opgevouwen. De, opgevouwen. En die, die, die trip is geen twee uur en dan kun je nee. weer slapen. Nee, je zit gewoon negen uur in een bus. Dus toen hebben we ook echt gezegd: van Oké, okay, dan is dat het ritme. Waardoor je veel logischer uitkomt op zo'n dagindeling uiteindelijk. En um, ja, zo hebben we eigenlijk dit, uh, dit deel van het land gezien vanuit een bus. Want ja, dat is het nadeel. In Nederland ga je van hier naar Groningen toe. en drie uur later of drieënhalf uur later ben je er. Ja. Dan heb je letterlijk van Maastricht naar, naar Groningen gereden. Dat hoef je daar niet te proberen. Dat nee, duurt maar... even, even voor een paar uurtjes meer. Ja, maar goed, dan noem je Nederland ook natuurlijk iets op, hè? Ja, ja, maar het, 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 klei, het ziet er heel klein uit op de map. Als je, het, als je het lekker uitzoomt, dan denk je, ja, ah, Indonesië ligt daar. Dat is toch wel een stukje. Uh, uh, we zijn echt dus maar op twee eilanden geweest van het hele gedeelte wat Indonesië natuurlijk is. Maar Indonesië heeft natuurlijk ook een hele rijke geschiedenis met Nederland. Ja. Uh, en dat mogen we nooit vergeten, dat de Nederlanders daar gewoon uh, binnen zijn gestorven. Gruwelijke uh, dingen gedaan hebben. Alles hebben leeg leeggeroofd wat maar geleeggeroofd kon worden. Iedereen vermoord die ze konden vermoorden. Uh, en daar nu uh, de handen van aftrekken en zeggen, oh, geen idee. Um, dus laten we daar vooral niet uh, dat, dat niet vergeten. Maar dan merk je ook dat Nederlanders daar zijn geweest. Dus bepaalde straatnamen of bepaalde dingen die daar liggen, zijn vernoemd naar Nederlanders en dat soort dingen. Hmm. Dus ja, dat is dan ook wel weer een beetje die cultuur die daar geheerst heeft. Um, en verder, ja, het, het, uh, uh, als je daar ooit een keer heen wilt gaan. Plan dat mooi met een mooie reis. Uh, ga proberen naar wat meer uh, eilanden te gaan. Van allerlei dingen te zien. Voor ons was het echt een hele zakelijke reis. In en out. Ja. Met heel veel shows en weinig uh, de vrije dagen. Maar je kunt daar zo ongelooflijk veel. Dus ja, zeker. Ik zou het je aanraden. En dus ook Choc En dat was jouw nummer vier. vier, toch? Ja. Dus dan gaan we nu naar mijn nummer drie: Barcelona. <laughs> die, hebben, die hebben we net het besproken daarom daarom. Nou, ik, vind, ik, blijf, ik blijf het grappig vinden dat er toch dingetjes overeen komen maar op een andere manier ik ben wel heel bang voor mijn nummer 2 dat, dat ik... ik die ook heb ja. Ja. maar dat zou best kunnen want ik heb, ik heb er twee waarin ik, waarvan ik weet dat jij niet geweest bent en één ben je denk ik sowieso geweest mijn nummer drie ben jij waarschijnlijk wel geweest. Mijn nummer drie is namelijk Londen. Godverd, de <laughs> Dat is jouw nummer? Twee. Twee, nou ja, dan gaan we ze weer meepakken. Londen uh, is bij mij ook ontstaan door een schoolreis. Ja, daar beginnen we weer hoor. Hoeveel, hoeveel schoolreisjes heb jij gehad in je nee, leven? Dit was, uh, dit was uh, de eindexamenklas MAVO 4. Gingen wij naar Londen. En uh, in 2009, ik weet het nog goed, dat was uh, uh, de eerste keer dat ik die kant op ging. Dat vond ik heel spannend, want het was heel anders. Je zag uh, auto's aan de andere kant van de weg rijden. <laughs> het was, ja, dat vond ik heel, heel wat. <laughs> ja. We gingen met een bus. We gingen met de bus op de trein. En ja, ja, dan, dan eens ben je dan uh, vanuit... Dan uh... ben je Dover. Ja, dan ben je daar. En dan ben je ook echt... Uh, een heel lang stuk nog door uh, de kleinste gehuchten van Engeland aan het rijden. Ja. Alvorens je aankomt in Londen. Oh. En dat was mijn eerste kennismaking met Londen. En meteen bam in your face. Want gigantisch en modern en goed. En overal zie je mensen met een Starbucksje lopen. En dan denk je, dit wil ik. Dat was een beetje het gevoel dat toen opkwam. Toen heb ik Londen heel bazaal leren kennen... Wel heel leuk uh, dat wij toen Londen meteen hebben leren kennen met West End ook erbij. Want we zijn naar een West End voorstelling geweest. Uh, ah, Oliver welke? hebben wij gezien. Okay. Oliver. Typisch. Ja, typisch. Ja, typisch, ja. typisch ja. heel typisch. Um, dus dat ook meteen meegepakt. Maar uh, uh, de leukste herinnering aan die reis voor mij is dat wij de London Eye zijn geweest met de klas. <laughs> ja. En dat... Uh, uh, ...een van mijn vrienden, Dwayne Smeets, het voor elkaar gekregen heeft... ...om het London Eye stil te zetten. Hoe dat dan? <laughs> je moet je voorstellen dat we nou daar dus, uh, opgedeeld in groepjes... ...in die uh, grote, ja, wat, wat zijn het, soort kamertjes... ...die wat uh, de grondelaars van de London Eye moeten voorstellen. En uh, op een gegeven moment, uh, ik weet niet wat er gebeurde, maar we stonden stil... ...en ik hoor mijn uh, docenten, mevrouw Friedman, praten in het Engels... Met uh, een telefoonstem. Wat was dus gebeurd? De Weesmeet was met zijn tas tegen de noodknop aan gaan staan. <laughs> dus hij heeft het gewoon voor elkaar gekregen om de London Eye stil te zetten. Maar uh, uh, dat was dus. Lang waren we daar, bijna een weekje denk ik. Toen heb ik Londen heel vluchtig gezien. En dan is alles zo overweldigend dat je het fantastisch vindt. Maar hè, je hebt niet uh, alles wat in details gezien. Toen. Uh, uh, is mijn beste vrienden wederom, Jordi Stofberg. Die is helemaal verliefd geworden op Londen. En die is toen, volgens mij, echt twee keer per jaar naar Londen geweest. Ja. En die heeft mij toen een keer overgehaald. Of ja, overgehaald als meer zo van, we gaan het gewoon doen. Toen zijn wij in 2012, volgens mij, zijn wij een dag of vijf met z'n tweeën naar Londen gegaan. En echt onze Londenreis gemaakt die we wilden. Dus dan hebben wij. Volgens mij hebben we vier uh, West End shows gezien. <laughs> um, uh, we zijn ja. uh, veel te lang in die Starbucks clubjes blijven hangen. We zijn uh, de pubs langs geweest. We zijn allerlei straatjes gaan onderzoeken. Ja, toen heb ik Londen echt leren kennen als de stad waar ik van hou. Um, ik ben daar ook nog een keer met mijn ouders geweest uh, rondom de jaarwisseling. Uh, dus toen wilden wij daar het vuurwerk kijken. Uh, het bekende vuurwerk bij London Eye en de Big Ben. Dat liep even iets anders, want oh my god, dat zou nu in deze tijd al helemaal niet meer kunnen. Dat was zo druk en het was echt zes uur s'avonds en het was al geen doorkomen meer aan. Uiteindelijk we, uh, zijn we maar terug naar het hotel gegaan, want het was gewoon niet meer leuk. Uh, zoveel politie en chaos mm. op straat, dat wij uh, uh, het vuurwerk vanuit ons Hilton Hotel gekeken hebben. Maar uh, dat was wel een... Uh, ja, het is gewoon een stad die voor mij is. Dat, dat leeft theater, dat leeft de story. En theater, uh, ik heb daar Lion King twee keer gezien in Londen. Ik heb Oliver gezien. Ik heb uh, Monty Python's Pamelot. Heb ik met mijn broertje <laughs> ja. gezien daar. Uh, we hebben Rowan Atkinson live gezien. Mr. Bean hebben we live zien spelen in Quatermans Terms. Dat was een toneelstuk, maar was heel goed te volgen. Het uh, heb ik nog daar gezien. Ik vergeet nu iets. Uh, Le Miserable heb ik daar gezien. Ja, oh, jongens, voor mij hangt die stad samen met theater. En daarom is die stad. Overal is theater en overal ja. leven mensen voor theater. Je ziet overal theater. Uh, oh. Ik had er heel graag eind dit jaar naartoe willen gaan. Omdat uh, Soldaat van Oranje de Nederlandse musical daar als Soldier mm -hmm. of Orange uh, zou gaan draaien. Die is nu ook uitgesteld. Aan. Dus dat had ik heel graag ja. willen zien. En ook Frozen zou daar gaan draaien, de Disney Musical. Maar uh, ik denk dat dat reisje even uitgesteld gaat worden. Maar Ach, kom wel. Dat komt. Theater. Wel. En daarom is Londen Theater, Theater Londen, Londen. Jongens, ik hou ervan. Oh my god. De, en dit is mijn nummer twee, hè? Ja. Voor mij is uh, Londen thuiskomen. Ik, ik kom echt nergens thuis. Zeg maar ook, ook, ook niet in Nederland, vooral niet. Uh, Sri Lanka uh, een stukje minder. Uh, Londen is fijn. Londen is echt uh, niemand ziet je. Je kunt daar echt ja. bewegen en en overheen gaan zonder dat iemand dat opmerkt. Natuurlijk alle camera's die er hangen natuurlijk wel. De politie <laughs> weet precies waar je bent. Uh, maar maar voor nee, ook. Uh, nee, maar het is, je kunt je kunt daar echt uh, 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 heerlijk in opgaan, zoals jij het net ook noemt. En natuurlijk voor mij is die uh, 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 die, die, die theaters. Ik ben wel bij een aantal dingen geweest. daar hebben het volgens mij een keer over gehad. Uh, maar ik heb daar Lord of Rings gezien. Narnia daar gezien, Lion ja. King, uh, de Darren Brown show heb ik daar gekeken, uh, ja en nog een paar andere kleinere dingen volgens mij. Dat is uh, leuk, hè? je kan ook hele kleine dingetjes zien. Ja, ja maar die, dat is dan ook wel weer dat, dat gaat ook wel ene oor in, en ander oor uit soms, dus ja, dat is een okay. beetje het nadeel. Um, maar ik ga bijna altijd alleen, bijna altijd. Ik denk dat, dat kan bij heel, veel... heel goed, hè? Ja je, ja, je bent er ook zo. Ik bedoel, je stapt op in deze of je Eindhoven en je vliegt uh, naar Stansted. En een, uh, een uurtje later ben je daar. Dus dat is heerlijk. En, um, uh, dus ik, ga, ik ben daar echt... Ik denk dat ik daar ja, niet zo vaak als die vriend van jou twee keer in het jaar heen ben. Maar ja, ik kom wel bijna op datzelfde aantal. Ook gewoon even op en neer voor Epica te zien. Of ik heb Kite daar gezien. Um, uh, het, het, het ligt dichterbij dan dat je denkt. Dat klinkt er stom, maar nee, het is het, echt dichtbij. En uh, ik pakte nee, de, altijd de, de bus vanuit Stensit naar, uh, naar uh, de stad, zodat ik nog even kon slapen. Dat, dat was gewoon extra winst, zeg maar qua tijd. Want ja, dat. Maar de laatste keer heb ik de trein gepakt. En ja, dat ga ik niet meer anders doen, denk ik. Want het kost tegenwoordig ongeveer hetzelfde. En de trein is zoveel sneller, dus dan win je weer tijd mee. Dus toen was ik deze keer. Uh, de laatste keer, dat was eind vorig jaar geweest, in december. Toen kwam Kevin Smit naar Londen toe. Nou, ik ben een heel groot Kevin Smit-fan. En de kans dat hij naar Nederland komt is vrij klein. Maar in Londen ging hij even vijf shows geven. Want hij ging zijn nieuwe premieren in première sturen. En het knappe van hem is, hij gaat pas die film laten zien als, die film ook, als hij die daarheen heeft gebracht. Hmm. Dus hij had vijf shows achter elkaar daar gepland. En nog een aantal andere in, in, in uh, Engeland. En dan komt hij gewoon met de uh, met filmcase onder de arm zal ik maar zeggen, komt hij hem brengen naar de, naar de cinema en dan kun je hem zien. En dan doet hij dan een intro praatje bij, dan ga je de film kijken en dan uh, um, uh, doet hij een Q&A. Dat, dat dus is ook hebben... zo leuk in Londen hè, dat je daar gewoon heel vaak gewoon midden in filmpremières belandt. Ja, dat, dat hoef je Nederland niet zozeer, uh, je stelt er niks voor en daar zit nog wel een dingetje. Ja. En nu is natuurlijk Kevin Smit in die film heel klein. Dus dat, 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 weet je, hij komt gewoon binnenlopen, hij doet een praatje, dan doet die film. Dus ik heb die film twee keer gekeken in twee dagen tijd. Of ja, in 24 uur tijd zal ik het zo zeggen. Eén keer s'nachts en één keer s avonds. Dus s'nachts was de première om 12 uur s'nachts. Toen hebben we tot vier uur s ochtends in de bioscoop gezeten met hem. Dus de, de twee uur film en dan twee uur QA. Dus dat werd een latertje. Alleen nu had ik het zo gepland. Ik moest dus naar Londen vliegen. om 's nachts de première te kunnen doen. Ja. Uh, dat, dat was dus op de vrijdag. Zaterdag was ik daar. omdat ik zaterdagavond nog een keer die film ging kijken. en zondagochtend vlug, v, ging ik terugvliegen. Dus toen dacht ik. Nou oké, okay, dan ga ik uh, naar Londen vliegen. Maar dan ben ik om 4 uur in Londen. En de première is pas nachts. Dus wat ga ik nog doen tussen 4 en 's nachts? Um, en toen dacht ik. Ah, maar Hamilton draait natuurlijk. Oh, heb je niet gezien? Dus toen heb ik even een Hamilton-ticket gescoord voor veel te veel geld. Uh, ik zat wel op rij 7 of zo, dus dat was er echt heel dichtbij. Naar minder ja. dan 4 of zo. Uh, maar dan ben je 100 pond kwijt voor je, voor je theaterticket. Dat is echt, mensen, doe dat niet. Ga echt even iets naar achter zitten, want dan betaal je de helft van het ticket en je ziet hetzelfde. Uh, ben ik het niet mee eens. Ja. Ja, maar het is 100. Theater ton, dat je is je veel. Toch, ja, Het is veel geld. Oh, man. Zeker. Maar... Moet jij voorstellen dat ze bij Parks dat Limburg Theater zeggen... "Nou, wil je op rij 4 zitten dan is je ticket 130 euro." Er zijn voorstellingen oh, die echt wel tot aan de 100 euro komen hoor. Oh my god. Ja, ik vind dat veel te veel geld. En dan ja, maar, ja, maar drie rijen naar achteren toe is betaal je de helft. En dan nee, zie is je zo. en dan zie je hetzelfde. Dus dat ik vind dat ik vind het vooraan zitten toch wel heel duur. Maar zoveel mogelijk vooraan vind ik toch altijd wel een ja. dingetje. Maar dan wel de ja, schappelijke prijs. En één rij ertussen en dan de helft moeten betalen. dan... Nee, dan zou ik ook zeker kiezen voor die andere. Dan zou ik dus, ook zeker uh, naar achter gaan. Dus, dus ik had 100 en dan. Uh, in, want als je meer naar, richting een ging zitten, betaalde je. Wat was die je... ervaring dan? Ondanks oh. die 130 dollar. Ja, uh, nou, wacht, wacht. Want dat ging dus toen. Dus ik was een vier uur in het centrum. Toen moest ik uh, de, de, de metro nog pakken. Ik had een hotel gepakt, want ik heb het echt moeten uitrekenen. Omdat ik anders in tijd niet uitkwam. Um, uh, dicht bij Hamilton. Want dan kon ik van de metro... of de, ja, metro... naar het... De, 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 uh, metro naar het hotel. En dan was ik precies op tijd... want om zeven uur is Hamilton al. Ja, want die dingen duren drie uur... dus dat, dat, ja, dat duurt wel even. Mm. Uh, dus ik, ik had heel weinig tijd... om dat, dat riedeltje te doen. Alleen... Als ik dan bij Hamilton naar buiten liep, moest ik op tijd zijn om de première weer te kunnen zien van Kevin Smit. Dus en dan moest je ook weer het meter verpakken. Dus ik heb het echt moeten uitrekenen als ik het überhaupt zou halen. Want anders, ja, anders had ik Hamilton niet gezien, want Kevin Smit gaat voor. En, uh, en uiteindelijk werkte dat. Dus ik had dat riedeltje gevonden, zeg maar. En dan kwam ik echt om uh, vijf uur s ochtends pas terug in mijn hotelkamer. Slapen de helft van de dag, de helft van de dag weggegooid natuurlijk. Maar ja, fuck it. Toen naar even Londen ingegaan, maar ik ben er zo vaak geweest, dus ik hoef niet meer per se ergens heen. Dus ik hoef niet nee. per se meer iets te zien. En toen s'avonds weer, ik heb ze een paar uur geslapen en toen richting het vliegveld. Alleen, de dag voordat ik naar Londen vloog, ben ik gaan uiteten met iemand. En toen ben ik ziek geworden. Ah. Gewoon echt het verkeerde hap genomen. Alles uitgekotst de hele nacht lang, dus bijna niet geslapen. Ik ben ziek het vliegtuig ingestapt. Ik ben ziek het vliegtuig uitgestapt. Ik voelde me echt heel slecht. Ik ben dus door Londen gegaan. Uh, hotelkamer, even opfrissen. Hamilton, Kevin Smit, slapen. De zaterdag ging het weer enigszins. Maar ik heb echt niks vast voedsel aan durven te eten. Dus het was nee. allemaal, allemaal uh, uh, snel voedsel. En de zondag toen ik thuis kwam, ging het wel weer. Dus het was echt van, oké, okay, dit moet ik nooit meer doen. Maar een trip. Ja, dat was de laatste trip. De andere trips. Ik heb, uh, op Londen heb ik op een vliegveld geslapen. En dan niet... Aan de publieke ruimte, want mijn spullen die ik mee heb na een concert zijn echt te duur om gejat te worden. Hmm. Dus ik heb geslapen op een wc. Het allergoedkoopste plekje om te slapen, mensen. En de beste en het hygiënische wat je kan doen. Wat heb jij gedaan? Ja, ik zie je al vreemd kijken voor de mensen die meekijken. Kijk, kijk naar nou, Davy. Kijk nou slapen op een wc. Let op. Je moet vaak als je met Ryanair vliegt, het taf is vroeg op het vliegveld zijn. Want dan gaat die vlucht om 6 uur ochtends bijvoorbeeld. Ja. Dus dan moet je daar een vier uur zijn, want je moet er twee uur van tevoren zijn. Uh -huh. Maar een hotelkamer boeken uh, en je komt s'avonds pas terug, heeft geen zin. Want dan krijg je namelijk geen metro meer of tre uh, trein meer van centrum naar Stenstedt. Uh -huh. En een bus ook niet. Dus dan kun je beter geen hotel meer boeken. Dus toen ben ik na het concert meteen naar het vliegveld gegaan. <laughs> dan pak je daar een hokje, dan maak je daar alles een beetje schoon. Want het is, die dingen worden echt goed bijgehouden op mijn vliegveld, hè? vergeet het ja. niet. En die draai je op slot. En dan kun je slapen, zittend. met je, je klep dicht en zitten slapen. <laughs> Dat kost niks. Ja, het is echt een hele goede oplossing, mensen. Ja, het is een hele goede uh, oplossing, maar niks voor mij. <laughs> nou ja, ik heb het één keer gedaan. Ook niet vaak meer. Zou je het nog aanraden om het nog eens te doen? Ja, ik zou het vooral voor mensen die niet te veel geld hebben... zeker aanraden om te doen. want uh, Het is heel kijk, goedkoop natuurlijk. Je kunt, je kunt slapen gewoon op de vloer. Hè? Bij, bij vliegvelden zie je dat gewoon. Dat, dat gaat iemand zitten tegen een muurtje en je gaat van in slaap. Alleen, ja, ik heb gewoon voor zeg 15.000 euro op mijn rug. Ja, ja, ja. In zo'n gesloten hokje sluit je af en je schuift je tas naar achteren toe. Waar ze dus ook niet bij kunnen. Dus je zit altijd veilig. Dus ja, dat is wel een hele goede oplossing, kan ik je vertellen. Het is wel een verhaal. Ja, zeker is dat een verhaal. Ik moest dat toen <laughs> gewoon doen, omdat ik gewoon dacht... Ja, ik ga niet voor vier uur een hotel boeken nee, nee, en dan oké, een taxi betalen om naar Sensen te komen. Dus dit was de beste oplossing. Maar ik heb nou, daar... Uh, als het maar voor uh, vier uur is, dan is het ook wel oké. Okay. Ja, maar het is, ook, het is ook... Op een gegeven moment maak je zo'n rekensom van wat, wat is handig en wat is niet handig. En uh, ik heb uh, Kuitman daar gezien. Toen ben ik smiddags om twaalf uur voor de zaal gaan zitten. Ik heb tot en met tot de deur open ging niemand anders gezien. Ik was de enige. Uh, bleek dat het een showcase was, waardoor alleen maar bobo's kwamen. Ja, die komen pas wanneer het concert bezig is, komen mm -hmm. die binnenlopen. Dus ik had helemaal niet voor in de rij hoeven te zitten. Ik heb Epica daar gezien toen ze nog het voorprogramma waren van een, uh, van een band. Toen zijn we tijdens het concert van, uh, van het hoofdprogramma, zijn we nog samen met, met een van de gitaristen van Epica, uh, zijn we nog naar een muziekwinkel gegaan om daar muziek te gaan luisteren. Of ja. <laughs> om daarna weer terug naar het concert te gaan. Dat soort vreemde dingen. Het zijn wel herinneringen. Ja, dat soort dingen. Ja, en ik is dus het ik zeg, ik ga altijd alleen. Dus je hebt ook zoveel vrijheid om te beslissen wat je wilt doen. Want de eerste keer dat ik dus naar nou, Epica ging, daar in Londen als voorprogramma, had ik ook tijd over. En ik kom daar binnenlopen en ik zie gewoon de Lord of Rings draait. Als musical. Ja. Dus ja, ik kom daar binnenlopen in Londen op een roltrap. En ik denk, ja, wat is dit? Ik ga het uitzoeken. Ik ga naar een musical vanavond. Zo snel kan dat ook gaan. Je hoeft met niemand te overleggen. En dat is je wat kan elke dag zelf nog heel veel keuzes maken wat je gaat doen, hè? Ja, en ik heb er ook echt bagger gezien hoor. Ik bedoel, maar ook daar, New Europe. Ik ga als je nog nooit in Londen bent geweest, zoek New Europe op. En lopen rondjes samen met ze. En dan krijg ik je Ik ben er al tofken. heel lang niet meer geweest. Ja, ik lieg een beetje. Ik ben er op het vliegveld ben ik een paar keer geweest. Op, <laughs> als overstap. Ja, als overstap. Hm. Maar dan ben je toch even in Londen, want het ademt ja. wel Engeland daar. Hè. Ja, maar het is niet. Maar ik merk wel, ik, ik ben in niet al te veel steden geweest in, in de UK. Maar Londen, dat voelde destijds al gewoon echt als thuiskomen. En nog ja. steeds iedere keer als het komt, denk ik: van ja, ik weet, ik weet de weg. Ik koop een ja, ticket, ik, ik, ik moet die kant op. Eens. En ik, ik ga gewoon een paar uur in het park zitten op een bankje. Vind ik ook lekker. Ja. Als, je, als je niet meer alles hoeft te doen. Is lekker dat heel picknicken fun. in het park hebben wij gedaan. Uh, nu, nee, gewoon, gewoon een sandwich halen en dan eten daar. Maar <laughs> uh, de, 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 ik heb de eerste keer. Ja, dat was ook denk ik toen, toen ik die Epica Show als voorprogramma deed. Uh, uh, toen had ik nog de navigatiesysteem, die uit de auto, die yeah. blok, meegenomen, want toen had ik dat nog niet op mijn mobiel. En toen had ik ingevuld, dit is, dit is waar het hotel ligt. En op een gegeven moment had ik een uur gelopen of twee. En toen dacht ik, dat lijkt me stug, totdat ik net waar ik net ben uitgestapt, totdat dat tot zo tot het hotel is. Bleek dus dat ik gewoon de volgende metro had, plek had moeten pakken, zeg maar. En dat was het goed geweest. Oh dus ik was bij Piccadilly Circus, was ik uitgestapt en ik had bij uh, King's Cross moeten zijn. Ja, dus ik heb heel uh, Londen destijds al gezien, gewoon in de eerste trip. <laughs> Heerlijke wandeling, maar ook daar, het is een stad waar je moet wandelen. Ga ja, wandelen. Zeker, ze. en dat kan Kijk, ook heel makkelijk. Als je op tijd niet uh, shit zit zoals ik was de laatste keer, dan pak je de metro. Maar over de grond loop gewoon ergens heen. Je komt toch altijd ergens uit. Het is zo'n compacte stad en je ziet echt de meest prachtige dingen. En natuurlijk wat jij dan zegt, zo'n lon, Ai, ...tuurlijk moet je daar een keer hebben ingestaan. Nou, dat heb ik jaren geleden al een keer uh, kunnen afstrepen. Hoef je daarna nooit meer te doen. Want de tweede keer is echt niet leuker. Nee, ik heb het één keer gedaan. Uh, ja. Ja. En dat, dat is ook echt wel de stad. Je kunt daar gewoon dingen één keer doen. Dan heb je al die dingen alvast een keer gedaan. En daarna ga je de leuke dingen doen. Ja. Dus dat. Maar voor jou was het thuiskomen, zei je hè? Ja. ja. Mijn nummer twee is van mij thuiskomen. Oeh, kerkraden. Ja, precies. Nee. Mijn nummer twee is uh, Los oh. Angeles. Los Angeles, oh, oké. Okay. Los Angeles. Moeten we aan de andere kant van de, van de wereld vliegen? Godverdomme. Ja. Waar ligt en dat hoe ding ook weer? Kom je in Los Angeles verzeild? Nou, dan ben je gewoon een Disney-fan. En dan denk je: ik moet een keer die kant op. En dan uh, ga je de eerste keer een reis boeken naar Disneyland Anaheim. En dat is Anaheim. Ook een stad. Uh, niet zo heel ver van Los Angeles af, maar je landt op Los Angeles. En dan ga je tijdens die reis toch een keer richting Hollywood. En dan een, een volgende reis ga je meer in Los Angeles plekjes opzoeken. En dan denk je, potverdomme, hier wil ik wonen, hier wil ik leven. Ja? Ik ben verliefd geworden op Los Angeles. Maar wacht even, ben je verliefd geworden op Los Angeles? Op Hollywood of op Anaheim? Op alles daar. Want ja, maar wat is dan het verschil? Want ik, ik, nou ik zie ja, nu Los alleen Angeles, maar de map. Los Angeles is een hele grote stad. En Hollywood is, is geen aparte stad, dat is eigenlijk zeg maar een wijk van Los Angeles. Maar waar, waar ligt die? Hollywood ligt in de bergen. Je uh, hebt Los Angeles, ja. uh, dat is zeg maar echt het stadgebied. Stad ja, met Chinatown en zo. Ja, maar uh, uh, Hollywood is dan weer een wijk in Los Angeles. En uh, okay. dat, de, eigenlijk dat gebied. Je moet eigenlijk Hollywood zeggen, maar Hollywood kun je is niet dat... zeggen, want Hollywood is geen stad. Maar, dat, maar is dan, dat is dan uh, de, de West-Hollywood, Beverly Hills... Ja, dat hele gebied die kant. daar. Okay, ja. Ja. En dan pak ik stiekem Santa Monica als strand ook nog erbij. <laughs> Oké, okay, ja. Maar dat, dat hele gebied, die plek op aarde, daar leeft het. Daar is alles te doen. Daar leven mensen zo anders dan hier. Heerlijk. <laughs> en dan al die leuke bezienswaardigheden die je daar hebt... Um, uh, je hebt daar Griffith Observatory, dat is uh, een sterrenwacht... Uh, waar je in de sterren kunt kijken. Dat uh, is in, in de installatie uh, bovenop uh, de berg uh, naast het Hollywood Sign. En daar heb je een prachtig, werkelijk prachtig uitzicht over de stad. Daar kun je heerlijk wandelen. Ik heb daar vaak prachtige foto's geschoten. Maar daar kun je gewoon, ik kan daar uh, drie uur, vier uur gewoon zitten en om me heen blijven kijken. En je, je ruikt, je hoort, je ziet alles daar. Uh, en dan zoek je een rustiger, ja, tussen twee haakjes, rustiger plekje ja, ja. van Los Angeles op. Maar ook weer, uh, we hebben een week lang aan de Hollywood Boulevard een hotel gehad. En uh, dan, dan, ach, dan. Je moet het zo zien: Los Angeles is een stad waar je of heel rijk bent of heel arm. Ja. Want je komt ook heel veel zwervers tegen. En die wonen ook aan die Hollywood Boulevard. Um, maar het gaat er allemaal gewoon samen. Ik weet niet. Het loopt in elkaar over. En dat allemaal maakt dat het daar een heel bijzonder sfeertje hangt. Uh, want er zijn de grootste gebouwen en de duurste gebouwen aan de Hollywood boulevard. Maar dat wordt dan weer vermengd met al dat. Ja, er zijn zoveel zwervers op die straat. Dat het weer een, een soort bijsmaakje krijgt. En toch past het daar ofzo. Ik weet het niet. Snap je een beetje wat ik probeer te zeggen? Ik, ik, uh, ja, ik ben vooral een beetje die kaart aan het bekijken. Ondertussen <laughs> ben ik naar jouw verhaal luisteren en een beetje aan het proberen om dat een beetje te positioneren in dat geheel. Um, dus ik, 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 ik snap je wel, maar ik kan het alleen maar refereren aan de films die ik heb gezien. Ah, het leuke is dat je daar in die, in die hele. Black, want je hebt dan Los Angeles, waar al die oude gebouwen staan, downtown. Mm -hmm. Heb je Hollywood, waar je uh, het toeristische hebt met de, al die uh, verklede gekkies uh, als bekende filmfiguren, <laughs> waar je moet betalen voor een foto hebt. Je hebt natuurlijk de Hollywood Walk of Fame, waar je je ogen uitkijkt uh, met alle namen die je tegenkomt. Dat, is, dat ja, ik vind het heel leuk om die namen op te zoeken. Uh, je kan uh, twintig minuutjes bij je aan Santa Monica, die grote pier met uh, dat reuzenraad en de. de, de de achtbaan erop, die je links laat liggen, Pacific Park, maar je bent daar voor die pier <laughs> en het prachtige strand. Je kan dan een uh, fiets huren. Dat doe ik dan uh, eens gedaan om van Venice Beach naar Santa Monica te, te fietsen. Dan fiets je echt langs uh, ja, rocket power, ken je die serie van vroeger? Nee, zeg maar. Ja, dat gevoel heb je dan. Dan zitten mensen te hockeyen dan heb je skateparkjes. Uh, leuke koffietentjes waar je lekker kan ontbijten. Dat, dat, dat kun je opzoeken. Er is zoveel op te zoeken daar en Los Angeles is een heel groot begrip. Uh, stiekem vind ik Anaheim ook een heel klein beetje horen bij Los Angeles. Maar heel veel mensen zeggen dan weer: dat is totaal niet waar. Maar goed, ligt er drie kwartier vanaf en het is allemaal een beetje dezelfde soort stijl. Maar, uh, ja. maar, maar als ik op de, op, de, op de Google Maps kijk, hè, want daar ben ik aan het kijken, mensen. Ja. Uh, ik zie heel groot Los Angeles staan en dan zie ik heel veel kleine naampjes daaromheen staan. Onder andere ja. dus An Anaheim. Zijn ja, die namen dan hangt ligt er wel iets verder vanaf, hè? Ja, nee, dat is gewoon rechts naar onder. Ja. dat is een dat, 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 uh, dat uh, middelvinger lang. Ja. Uh, dus, dus je bent er zo. Je zegt drie keer zo. Het is uh, als maar je al, het al niet die... in de spits, schijnt je er zo. Ja, oké, okay, maar dat, dat zijn dus de uh, al die kleine dingen, zijn dus losse dorpen, gemeentes, ja. regio's. Kijk, Los Angeles, dat gebied wat ik net zei, Hollywood, Santa Monica, een beetje zo, dat zie ik als de hub. Okay. En dan heb je Anaheim, Long Beach, alles daaromheen. Dat is makkelijk op te zoeken. Oké. Okay. Maar dat valt. Eigenlijk dus is het gewoon niet mij onder... die plek in Californië. <laughs> ja, 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 ja. Maar Los Angeles pakken we dan als noemer. Ja. Nou, ja, ik vind ik, ik, ik uh, zou dat ook wel eens een keertje willen zien. Ja. Want dat is dat is gelukkig maar, maar, wat maar, wij gedaan hebben. Wij gingen daar naartoe voor Disneyland. Maar we hebben inmiddels zoveel leuke dingetjes daaromheen gezien. Ook in Burbank heb je alle studio's. Maar hoe lang ga je dan naar, naar uh, Disney? En hoe lang ga je dan naar Los Angeles? Wat is dat de verhouding? Twee, drie? Dat is, dat is niet te. te zeg je dat? Te bedoelen voor mij. Want ik ga natuurlijk heel veel naar Disney. Maar uh, we zijn. Ja, maar. een reis gemaakt. We hebben een reis gemaakt. Uh, november 2018. Toen zijn wij drie weken die kant op gegaan. Ja. Bijna drie weken. En toen zijn wij de uh, zes dagen van naar Disneyparken geweest en de rest gewoon in die buurt. Uh, Hollywood, uh, Burbank, Long Beach. Alles een beetje daar gekeken. Ja, oké. Okay, dus twee, 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 drie, zeg maar. Ja, die was toen wel wat langer, maar dat was toen vooral dat mijn ouders meegingen en dat ik ja. die van alles in die buurt wilde laten zien. Ja, oké, okay, maar dan ben je dus twee weken in Los Angeles-regio geweest en één week naar Disney. Even ja. makkelijk zijn. Kijk, voor mij als ik normaal ga, ga ik rond tien dagen. Dan zou ik acht dagen Disney doen, twee dagen wat anders. Oké. Okay. Maar dat is omdat ik, hè, het is niet gek ben. Maar daardoor heb ik wel dat hele gebied leren kennen en ben ik verliefd geworden op dat gebied. Ja, maar dat aantal klopt dan toch? Ja. Tien dagen. Ja. Maar, maar het ja, aantal niet zou niet ja. voor uh, ja. Truus van de Hoek uh, gelden, snap je? Nee, nee, oké, okay, 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 ik snap het. Maar hoe zit het dan met geld? Want uh, dit is niet de goedkoopste regio, lijkt me. Uh, ja, het is niet de goedkoopste regio. Maar ik ga dan meestal, pak ik een hotelletje, een motelletje is dat in Anaheim. Dus dat is dan mijn uitvalsbasis. En dan betaal je rond uh, 800, 900 euro. Voor twee personen voor 10 nachten of zo. Dus het is goed te doen. 80 euro per nacht? Ja. Kijk, je moet dus er wel 40, nog gele... 40, 40 euro per nacht. Ja, dat is iets hoger dan dat je hier zou betalen een ja. kamer. Hier zou je je moet natuurlijk wel nog je uh, vertier daar doen. Dat is wel prijzig, maar. Maar dan heb je een auto, zeg je? Nee, nee, ik doe alles, of, alles de... daar, want okay. ik durf daar niet een auto te huren. Oké. Okay. het en, zou en, makkelijk moeten kunnen, maar ik heb het nog nooit gedaan. Maar hoe, hoe lang? Uh, want je zegt drie kwartier Los Angeles naar Anaheim. Dat is met de auto. Ja. ja. Hoe lang die dan met openbaar vervoer? Uh, openbaar vervoer is daar echt totaal geen ding, want het is gewoon heel slecht geregeld. En over lijnen die elkaar overgaan, dat lukt eigenlijk niet daar. Maar hoe doe je het dan? Hoe lang, du hoe, hoe lang duurt het dan, zou ik zo zeggen? Ik, ik durf het niet te zeggen, maar ik heb verhalen gehoord van drie uur. Oh, my shit. Dus, maar Uber is in Amerika echt een ding. En het is zo makkelijk daar. Je hebt ook Lyft, dat is een af, uh, ja, aftakking van Uber. Ja. Um, maar dat is super makkelijk. Je pakt je telefoon daar, je zet in waar je naartoe wilt. Je kiest zelf je ritprijs of je een gedeelde rit wil of niet. En je bent er zo. Oké. Okay. Oké. Okay. En je, dat, daar heb ik wel een keer de fout gemaakt dat wij in de spitstijd van, van Hollywood terug naar Anaheim gingen. En dat ik er ineens twee uur over. Dat heb je uh, ook. Hè? Ja, oké. Okay. Dat is een beetje risico van het vak. Ja, dat was de eerste keer. Dus ja. dat, dat mag je dan. Uh... Ja, als, ik, ja. als ik het zo op de map zie, dan denk ik... Dat, mij lijkt wel heel tof, maar dan... Ja, ik heb specifiek uh, dadelijk ook niet uh, Amerika op mijn... Waar wil ik nog heen? Want we zitten al een uur en drie kwartieren. Het gaat hard. Um, uh, niet erin gezet. Omdat ik... Ik, 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 heb, ik weet het niet. Ik moet daar gewoon een keer heen. Maar ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik me voel daar. Nee, dat het is... Een, kijk, ik ben er verliefd op geworden. Dus dat is heel ja. persoonlijk, hè? Ja. ja, 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 ik uh, en ik weet ook niet als ik die, ja, ik wil natuurlijk wel naar Disney, dus dat is een beetje het punt. Maar <laughs> ik weet niet als ik dan eerder naar deze kant wil of naar de andere kant van het land. Ja, dat, 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 daar moet je zelf bij zijn natuurlijk. Ja. Ik wil uh, allebei die kanten bezoeken, maar kijk, ik kan makkelijk Orlando op nummer 1 gooien, want daar ligt natuurlijk Disney World. Maar Orlando zelf als stad stelt niet heel veel voor. Ik ga er naartoe voor Disney, en dat heb ik hier dan niet mee in meegenomen. Uh, nee, oké. Okay. Maar dat is wel mijn. Als, als we nummer 1 reisbestemmingen zouden bespreken. Of de nummer, top 7 reisbestemmingen. Dan zouden Disneyland, Tokio, Disneyland, Parijs. Ja, 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 maar, uh, maar dan, hadden de dezelfde, ja, dan hadden we hetzelfde. Precies. Ding. Hadden we op nummer 7 hadden we dan de Efteling samen. Maar toch een meer dan aan geven. Nee, niet van <laughs> mij. Dat zou dan uh, ja. iets anders staan. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, zullen we weer naar de andere kant van de wereld vliegen? Ja, jouw ja, nummer 1. Jafna. Dat ken ik niet. Nee, dat snap ik. Uh, Sri Lanka. En dat is wat ik net, uh, net een beetje vermijde. Uh, uh, dit is het puntje van uh, Sri Lanka, helemaal bovenin. Ik ben het op het zoeken. Het is een, uh, een heel Nederlandse uh, uh, bericht, zou ik het zo zeggen. Uh, Jaffna is een, is een uh, stad wat. Eigenlijk de uitvalbasis, of een van de uitvalbasis is geweest van de, van de Tamer-Tijgers. Daar ja. is heel veel gevochten, recentelijk nog. Um, ja, dus als je dan Sri Lanka hebt, wat ik net al zei, die, die oogdruppel, die, 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 die traan, mm -hmm. helemaal bovenin. En uh, um, daar kwam dus niet de eerste keer dat ik daar was en de tweede keer wel. En dan kom je opeens in een gebied wat heel stedelijk voelt, maar dan zonder alle stadse elementen. Ik weet niet of dat is dan een beetje ja, logisch. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En uh, da, dat is uh, een havenstad. Daar ligt echt alles, ligt daar op elkaar geduwd. Uh, je hebt het Fort, uh, uh, waar je een hele mooie uitkijk hebt eigenlijk op de, op de zee. Je hebt daar uh, een connectie naar een aantal uh, eilandjes toe. Uh, We zijn er met een bootje heen geweest om naar Ma. En nu kan ik het niet uitspreken, let op. Dit is echt, uh, hoe ga ik dat? Uh, nee, wacht moet ik even kijken welke ik moet hebben. Er zijn namelijk meerdere eilandjes. Uh, ik kan je niet helpen. Ik weet echt, het nee, niet. ja, uh. ik, nee. Ik ben nu even aan het uh, zoeken. Want oh, ik had het gisteren even opgezocht zodat ik wist welke ik moest hebben, maar dat ben ik natuurlijk kwijt. Uh, ja, volgens mij zeg ik het net wel goed. Jawel, heb ik al. Uh, Ma Ah, dat. dat ja, uh, dat is weer een tempeltje op een eilandje. Nou, op een gegeven moment heb je echt wat alle tempels gezien die, die je maar kunt hebben, want je tikt gewoon de teven tempel in in je navigatie <laughs> en je komt wel er ergens terecht. Uh, daar moet je met een boot heen. Dat is fucking eng, want het is gewoon zo'n gammel uh, bootje waar je normaal gesproken uh, uh, met vijf mensen in gaat zitten, waar er 25 mensen op een gegeven moment in zitten. Ja. Yeah. Uh, dat, 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 dat doe je dus vanaf Jaffna, daar vaar je dan heen en dan krijg je een prachtige tempel te zien. Uh, Super vreemd, maar het, uh, uh, daar, uh, dat ligt daar. Maar Jaffna zelf, uh, ik ben daar s'avonds een keer heen uh, rondgelopen. Ik had daar een, een heel fijn hotel, een heel luxe hotel. En dan ga je daarna de markt op en er was een, uh, een, een herdenking of viering. Uh, van een ja ik weet ik weet dus nooit wat dat dan is maar de van van een uh, uh, van een geloof en dat was een hele mooie bijeenkomst op een heel groot open plein en er was een marktje voor en ja dat leeft dat is echt zo'n stad waarvan je denkt what de fuck gebeurt hier weet je ja maar dat, dat is dus... ook leuk dat je heel vaak dingen tegenkomt wat je wat je niet verwacht ja maar het is ook een stad wat is dus gewoon tot een paar jaar geleden gewoon één grote teringbende was uh, door oorlog ja uh, dus je ziet ook gewoon dat dat daar heeft huisgehouden je merkt dat je en alles en ze zijn in opbouw en hè, ik hoop dat in die vier jaar tijd hoop, hoop positief daar veranderd is maar het is een stad waarvan ik denk buiten het feit hè want ik kom uit Colombo dus ik heb niks bij die Tamil's te zoeken um, uh, het is denk een hele mooie plek waar, waar je jezelf uh, daar zou je nooit zelf heen gaan. Zou ik het zo zeggen? Nee. En dat maakt het ook tot mijn nummer 1 is. Dit is een, een, een gebied van Sri Lanka. He, het helemaal bovenin. Waar, waar wel het stadste is. Zonder dat het, tot het als een stad voelt. Met alle drukte eromheen. Want dan zijn ze helemaal nog niet. Ze zijn nog niet zover daar. Dus ja, dat, uh, ik kan het daar niet mooier van maken. zeg maar. Ja, dat is echt zoiets wat je. Toevallig hebt ontdekt omdat je daar zelf ja. uh, feeling bij hebt, maar waar niet de mainstream mensen naartoe zouden gaan. Maar daarom voor jou heel bijzonder. Uh, ja, en dit is ook weer uh, zo'n stad waar je alles doet lopen. Want wat is openbaar vervoer? <laughs> um, uh, ja, ik, ik heb daar ook gewoon rondgewandeld en uh, dat kan ook. Daar zitten de, de, je hebt daar een paar keypunten in waar je dus wel makkelijk van weet waar je heen moet. Het is niet zo ingewikkeld. Uh, ja. Dit is echt iets wat niemand op zijn nummer 1 zal zetten, zal ik zo zeggen. Ja, precies. Dus daarop dat het mij wel extra uh, die nummer één plek, uh, plek heeft. Wat een mooi verhaal. Ja, nou ja, er zijn betere verhalen. Ja, oh, maar ik, ja, hoe je dat doet. Ik, 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 ik was op uh, schoolreisje. <laughs> uh, nee, dit is, dit is echt zo'n zo zo ding waar. Als je er nu. ...en nu heen gaat... Um, ...het op een andere manier gaat beleven... ...dan dat je er over vijf jaar heen gaat... ...of over tien jaar heen gaat. Ik denk mm. dat deze stad echt zo hard gaat veranderen... ...in de komende jaren. Alles is daar in aanbouw. Alles is daar in nieuwbouw. Alles is daar... Uh, ...nog niet klaar. En ja. dat maakt het zo apart en zo vreemd... ...en zo... ...ja, ja dus dat. En ja, dat vocht... dat, uh, dat ja. Is ook weer indrukwekkend en apart. En uh, ja, ja. het aparte vreemd dat heeft wel uh, neiging naar mij nummer één. Dan uh, maak jij je bruggetje maar. Want ik heb weinig <laughs> nog te vertellen denk over Jaffna. Ja, Ik kan mensen toch niet overtuigen om daarheen te gaan. Ja, wie weet, vast wel. Ja, ja maar ik het is of... voor jou heel persoonlijk hè? Begin eerst gewoon lekker in Colombo. <laughs> uh, en ga dan een keer naar Jafna. Maar uh, ja, nee. ik, uh, ik zou in ieder geval als ik volgende keer en die dag gaat komen. Um, misschien sneller uit Colombo vertrek en eerder richting het noorden gaan. Um, omdat het kan. Ja. ja Dus dat jouw nummer 1? Ik ben ja. benieuwd, want ik, eh, je hebt net, je hebt net eh, eh, Los Angeles al gehad, dus waar ga je heen? Ja, Los Angeles zou mijn nummer 1 zijn, eigenlijk. Maar deze stad ben ik één dag in mijn leven geweest. <laughs> ja. Eén dag uit mijn leven. Ik ben daar eigenlijk stiekem langer geweest, maar toen was ik ergens anders. Um, dat is Tokio. Ja, ah ja, ja. En Tokio is de meest bizarre, gekke stad die ik in mijn leven gezien heb. Ja, uh, dat, als je alleen Google Maps al openzet... dan zie je al zoveel crisscross door elkaar en wat the hell happened. Ja, precies. Uh, ik was in Tokio uh, omdat ik natuurlijk naar Tokyo Disney uh, Resort ben geweest. Uh, daar ben ik. Ik ben, ik, ben, ik ben maar kort geweest hoor. Ik ben uh, van zondag tot zondag in Tokio geweest. En daar ben ik dan uh, vijf dagen van naar de parken geweest. En uh, één dag zijn we volledig uh, door Tokio gegaan. Maar uh, Tokio Disneyland ligt ook echt uh, in een buitenwijk van Tokio. Eigenlijk zeg maar Tokio B aan het water. Mm -hmm. Maar het heeft volgens mij gewoon drie kwartier geduurd. op volle snelheid in een metro. voordat wij in het middencentrum waren van Tokio. Tokio is zo gigantisch groot. Uh, onvoorstelbaar. maar super modern. Echt waar, super modern. Helemaal high-tech. En in Tokio. Um, je, je, je kent een beetje natuurlijk. Uh, hoe New York en Los Angeles eruit zien. Zo zie je dat daar mm -hmm. ook. Alleen dan. Uh, met hele schreeuwerige billboards <laughs> en allemaal bewegende video uh, um, uh, advertenties. Um, het is een heel schoon land. Uh, een hele schone stad. Uh, ik zag in die tijd natuurlijk ook al heel veel mensen met mondkapjes lopen, maar dat is gewoon een beetje hoe het daar uh, eraan toe gaat. Um, je kan daar hele mooie historische dingen opzoeken. Um, in de stad, als tempels, die liggen daar ook. Zo groot is die stad dat je dat allemaal op kan zoeken. Um, uh, ik ben daar bij Shibuya Station geweest. Uh, wat ik kende van Wie is de Mol. Dat is het grootste kruispunt ter wereld. Uh, waar het meest drukke verkeer is. En de opdracht mij... was: take over. Meer niet, ja. gewoon oversteken. Probeer het. <laughs> Volgens mij zijn we daar wel vier of vijf keer over gestoken. Omdat het zo'n ervaring is. En dan heb je ook daarbij heb je dan die. Um, dat monument van Hachi, Hachi, ja. Er is een hond. Daar is ook die film over gemaakt met Richard Gere. De hond die altijd op zijn baasje bleef wachten, maar zijn baasje was al dood en toch bleef die hond elke dag okay. uh, bij het station wachten. Ah, nou, dat is dat monument van. Um, maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, gegeten in het Pokémon-café. Dat is daar dan bizar. Dat is echt zo to Tokyo. Ga je dus in een café eten waar je alleen maar Pokémon-gethematiseerde uh, etenswaren krijgt. en dan komt er zo'n gekke Pokémon langs je tafel gehupt. Nou jongen, het was een ervaring op zich. maar dan moet je je dan voorstellen dat dat in een super net businessgebouw was. dit allemaal. Ik heb op die straat. Uh, Mario Kart-karretjes uh, voorbij zien rijden. met mensen erin uh, die wat het kartel waren. midden op straat in Tokio. Maar vooral de schaal van Tokio heeft indruk op me gemaakt. Hoe gigantisch groot dat was. Nou ja, ik, ik kan uh, heel veel uitzoomen, ik kan heel veel inzoomen en het blijft Tokio heten. Um, hoe zit het daar met taal? Taal is daar uh, goed te doen. Heel veel mensen kennen Engels, het staat allemaal in Engels en uh, Japans aangegeven. Uh, wij zijn dan met het Metro het systeem Metro, of met metrosysteem, zijn we rondgegaan. En dat is via Google heel net, netjes aangegeven um, waar je naartoe moet. Dus dan kun je gewoon op je telefoon heel makkelijk vinden welke lijn je moet hebben. Uh, pro tip voor Japan überhaupt is dat je uh, van tevoren kun je daar een uh, tijdelijk abonnementje afsluiten waar, uh, voor je internet. Dan krijg je gewoon een simkaartje opgestuurd wat je in een apparaatje moet stoppen. En dat apparaatje is jouw wifi routertje. Dan ja, kun je gewoon via wifi kun je internet hebben daar. Dat werkt perfect. Uh, en dan kun je daar heel makkelijk rondgaan. Maar in Japan kunnen de meeste mensen gewoon uh, netjes Engels spreken. En je zegt net, uh, de, 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 de Disneylanden uh, natuurlijk ben je geweest. Mm -hmm. uh, als je dat op de kaart bekijkt, is dat ook zo'n afgesloten stukje. Dit is Disney. Ja. Um. Maar het was wel voor mij de meest bizarre plek van een Disney. Want het zit echt... Wel, toen ik daar aankwam de eerste dag dat je nog um, een beetje op een industrieterrein bent, en niet eens bij je in Disney. Ja, maar het is ook echt zo. lijkt zo echt zo, Het is een beetje eraan aangeplakt of zo. Het ja. is nieuw bijgebouwd en dan doen we dat. Lijkt uh, wel, ja. Die, die park heb je toen zes dagen gedaan, zeg je, en één dag. Vijf stad. dagen hebben. We dat gedaan. Vijf dagen stad en één uh, dag. Uh, vijf dagen park. Vijf dag dagen stad. park, één dag stad. Uit van had... huis de dag daarna. Hoe. Hoe ligt dat in verhouding qua? qua uh, het gaat altijd over geld bij mij, ten opzichte van LA dan. Uh, dit was mijn goedkoopste vakantie ever. Wat ik gedaan heb en wat ik dacht dat heel duur zou zijn. Maar ik heb een hotel gehad. Uh, dat was Ibis Style Tokyo B, heb ik gehad. En dat hotel ja. dat was super luxe vergeleken met een IBI's wat je hier hebt. Uh, hele mooie kamer. Prachtige badkamer. Uh -huh. Busdienst geregeld die elke half uur uh, naar Disney ging en ook elke half uur van Disney weer terug naar je hotel ging. Oh, nice. Ik heb daar 200 euro voor betaald. <laughs> voor, uh, wat waren wij, zes nachten daar. Oh my god. Ik 200 euro en uh, Wesley van de Westvlog 200 euro. En uh, ik ben gevlogen voor 400 euro of zo. Dat was en, en überhaupt eten en souvenirs in Tokio, het is een lachertje vergeleken met hier. Toch vreemd, uh, want je zou zeggen dat dat, in, aangezien dat zo'n stad, wereldstad ja, is, dat alles wel... Ja, ik het duur zou zijn, maar het was heel goedkoop. En wat voor mij het allergoedkoopste was, ja, het is natuurlijk een verhouding, natuurlijk nog wel prijzig. Maar uh, uh, de Disneypark daar, voor vijf dagen heb ik nog geen, volgens mij net 200 euro betaald omgerekend. Holy shit. Ja, dat is echt uh, goed te doen. Ik, ik, ik dacht echt dat, dat, heer, dat het de duurste Disneypark in de wereld zou zijn, voor mijn gevoel. Maar, uh, um, ik ben in totaal misschien 1300 euro kwijt geweest voor die week. Nice. Misschien nog wel tis, 1100. Het is nog steeds heel veel geld te voor, voor Nee, veel ja, mensen. maar voor, met zo'n uh, reis die met normaal maak, reis zat, ben je wel uh, meer kwijt. Ja. Ja, het, uh, uh, ik heb de OM. dan maak ik een beetje het bruggetje naar, naar uh, onze waar zou ik nog heen willen. Ook, ook nagedacht van ja, is het, dan, is het dan Japan waar ik heen wil, weet je? Als het geen Amerika is, is het dan Japan. Ja. Ik, ik, ik snap je een punt. En ik denk ook wel, Tokio lijkt me ook inderdaad heel sowieso voor de parken. Ik bedoel, ik denk dat dat nog wel een keer gaat gebeuren. En ja, dat was dus gewoon ik, mijn reden waarom ik die kant op moest. Ja, kijk, nu zal het vliegen de komende tijd misschien nog wel wat duurder worden. Maar als het een beetje acceptabel acceptabele prijs zijn, zou ik me ook wel kunnen bedenken dat ik daar uh, anderhalve weken of twee weken heen ga. Want ja, ja je vlucht blijft qua prijs toch hetzelfde. Ja. En, uh, en je zegt al, de hotels zijn dus niet zo heel veel duurder als je het een, uh, een paar dagen langer doet. Hoe. Um, nee. um, hoe waan je, je daar rond ten opzichte van andere steden die je net genoemd hebt? Uh, ik, ik was wel een beetje. Uh, ik had het geluk dat Wesley uh, daar alles geweest was. En precies wist waar we naartoe gingen die dag. Voor mij was het wel een beetje. Uh, oké, okay, als ik nu ook maar het hoekje omloop van Wesley. En ik ben hier, dan ben ik helemaal verdwaald. Oké, okay. oké. Okay. Dus we zijn oh, ook in die kleine plekjes geweest. Uh, met allemaal. Ja, meuk noem ik het maar, waar je Disney-spulletjes kan kopen, Pokémon-spulletjes. Zit je van die hele kleine winkeltjes, waar je denkt... Hoe pas een hier überhaupt door de gevel? Dan moet je bukken. Heel claustrofobisch. Maar dat soort winkeltjes heb je daar op elke hoek van de straat. Ja. Maar... Ik denk wel Bizarre top, uh... stad. Bizarre leuke stad. Uh, als ik de volgende keer naar Japan ga, dan wil ik een keer een rondreis maken. Dat ik ook andere dingen zie en ook steden zie. Uh, niet se steden, maar gewoon... <laughs> De plekjes en dan afsluiten in Disney of zo, weet je? Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar uh, uh, Tokio was voor mij wel de meest gekke stad die ik ooit heb gezien. Ik geloof je daar echt meteen in. Gewoon door de verhalen die je natuurlijk en de films die, uh, die je daarom ja. ziet. Ja, het. Uh, Oké, okay. ik denk dat we een hele mooie top 7. alle twee hebben ja, toch? dat er toch Heel wel de hele wereld overgaat. Met wat maar, overlappingen, maar dan overlappingen die <laughs> op een andere manier gelden dan weer. Ja, dat is, dat is zeker waar. Um, nou, is alleen het denken, wat gaan we dan, uh, wat, wat, wil je, wat wil je nog? Waar wil je nog heen? Ja, als ik nu moet kiezen waar ik naartoe zou willen, zou ik naar New York willen. Ja? Ik, niet nu per se, maar New York is voor mij wel de stad waar ik uh, heel graag een keertje een week lang zoveel mogelijk theatershow's ga bekijken. Ah, oké, okay, maar dat is dan een heel zakelijk rit. Ja, ik, ja, maar ook gewoon omdat ik, ja, daar heb je ook heel veel bezienswaardigheden die ik wil zien: monumenten, vrijheidsbeeld. Ik wil er gewoon een keer heen. Gewoon een keer ja. een weekje naartoe. Ik had wel verwacht dat je daar een keer was geweest. Nee, ah, dat is... Het... Meestal als in naar Amerika ga, ga ik naar Orlando of naar Anaheim. Ja, <laughs> maar, goh, maar deze goh. moet er een keer tussen zitten, tussendoor. Oké. Okay. Nou ja, maar waarom dan... Waarom dan... Uh... Nee, want ik weet waarom, want je wilt daar de theatershows ja. zien. Ja. Um, niet een keuze voor een andere plek? Uh, niet in twee, drie, maar dat... Ik mocht er eentje noemen, dan is dat mijn eentje. Ah, fuck, ik heb de drie. Uh... Dan moet ik een keuze maken. Oh my god. Hoe ga ik die keuze maken? Ik heb er drie. Ja, je hebt gezelschap. Ja, mijn hondje komt hierin. Ja. Die denkt, wanneer kom je nou eens naar beneden? Ja, ik wil eten. <laughs> uh, ik wil trouwens ook eten. Uh, <laughs> Oké, okay, hoe lang ga ik dit uitstellen? Nee, um... Je mag er eentje noemen. En de andere oh. mag je heel snel noemen. Uh. Oké, okay, dan ga ik voor uh, de, de niet-spin-versie. Uh, dan wil ik naar Rabat. In Marokko. Oké. Okay. Uh, de enige, 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 enige reden is uh, omdat er ooit een film is gemaakt, heet Rabat. Met een roadtrip van Nederland naar Rabat toe in de auto. Wat een van de. Ja, daar uh, gaan we misschien een keer over hebben. Uh, <laughs> <laughs> shit, Sekkoy, die moeten we niet hebben. Uh, nee, uh, uh, het, het lijkt mij gewoon een hele mooie plek om te zijn. Omdat het toch ook wel een. Uh, uh, hoe moet je het zeggen? Een stadsgevoel is, uh, maar dan op een hele andere plek in deze wereld. Uh, zonder dat het meteen de, de, de marrakesh uh, casablanca achtige dingen zijn. Mm. Iets kleinere stad, maar dan wel stads genoeg om daarheen te gaan. Zeg maar. Als je een heel klein dorp pakt in Marokko, weet ik niet of je daar heel veel te doen hebt. En dit is een beetje die, die, die tussenweg. En dan zijn we in ieder geval ook in Afrika geweest met onze podcast. Want uh, degene wat we hebben overgeslagen is uh, nog Australië. Die ook op mijn lijst staan. Met oh, daar, wil ik, daar wil ik ook wel een keer heen. Maar er zitten gewoon grote spinnen. En ik hou gewoon niet van grote spinnen. <laughs> dus ja. Dat is wel een, een, een dingetje. Uh, en ik had nog Nieuw-Zeeland staan. om natuurlijk uh, naar uh, de requisite te kijken van Love Rings. Nou, zullen mensen zich misschien afvragen waarom ik Parijs niet genoemd heb. Maar als in Parijs ben ik maar als kind één of twee dagen geweest. En dan kan ik me niks meer van herinneren. Uh, ik ben uh, recentelijk in Parijs geweest. Ja, heb ik, ik extra, dat, heb ik extra dat, niet dat gedaan. Ik dacht, uh, ik uh, denk niet dat tot, uh, tot het uh, heel leuk is om Parijs te noemen. Het is geen hele leuke stad. Vooral nee. omdat er Fransen wonen en zo. Uh, nee, nee het, is, uh, het is een mooie stad, maar geen leuke stad. Dan kun je beter ik vond het dan leuk uh, om weer eens eventjes die herinnering op te rakelen van die oh, steden. Ja, ja, en we zijn in zoveel delen van de, van de wereld nog niet geweest. Nee. En het is nog maar de vraag hoe ver we er overal heen mogen. En hoeveel dat nog kan. En, wanneer? en hoe rijk we nog worden. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat we leuk door. De wereld zijn gevlogen op allemaal plekken met goede verhalen of slechte verhalen van voor mij, vooral goede verhalen van jou. Oh, nee. <laughs> en uh, ja, we zitten ook gewoon over de twee uur heen. Dit gaat echt te lang duren, deze podcast. Daarom gaan we snel beslissen wat we volgende week gaan doen. En ik heb al een ideetje voor volgende week. Ik uh, ben heel benieuwd, want ik had net Prongelag al een sekwee gemaakt. Zegt het dus. Volgende week gaan wij onze top 7 all-time favorite films bespreken. En welke, welke beperkingen leggen we elkaar op? Geen enkele beperking. Als jij jouw favoriete film vindt, is het jouw favoriete film? Uh, even denken. Kunnen we hier nog een beetje een... Uh, Oké, okay. is goed. We gaan geen beperkingen opleggen. Misschien wordt dat wel, wel moeilijker. <laughs> je moet gewoon, ja, precies. Je moet gewoon kiezen wat jouw favoriete oh, films zijn. Jouw top zeven ja. favorieten. Even kijken, hoeveel films heeft... Uh, <laughs> <allemaal gemaakt. laughs> Jongens, ik zou zeggen, uh, veel succes <laughs> met <maar> nadenken. <laughs> Zeker wel. En uh, laten we deze podcast uh, de eindigen. eindigen, want het ja. duurde even. Ik uh, ben benieuwd hoeveel mensen dit tot het eind hebben geluisterd. Maar <laughs> mocht je er ook hier zijn... Je. Als je tot het eind geluisterd hebt, zeg ik nu het woord peertje. En dan mag je het woordje peertje sturen als je het gehoord hebt. Naar jou, op jouw Disney Channel. Overal. Okay. Jongens, uh, ik zou zeggen, gezellig dat jullie er waren... Chirik, jij ook? Zeker wel, zeker wel. Oh, het was een lange... Uh, ja, ik wil zit zeggen, maar ik heb gestaan. Uh, ik ga even staan nu. Ik sta dan uh, nu half een uh, beetje bij ja, de microfoon. Ja, dat, dat, dat is moeilijk. Moeilijk in beeld. Dus goed, Tot de einde. Doei. Doei, doei.